Goedemiddag. Even het geluid testen. Ja, dat werkt. De deur mag dicht bovenaan. Aan de zijkant ook graag. Vandaag hebben we het tweede college. En we gaan meteen in het tweede college een flink stuk materie behandelen. Omdat we in dit college als het ware een soort raster gaan uitzetten op grond waarvan dat we de volgende colleges kunnen werken. Even terugnemen en even vooruitlopen. Ik heb vorig college al aangegeven dat als je de pretentie hebt, want uiteindelijk is dat vrij pretentieus, als je de pretentie hebt van kritiek te formuleren op een maatschappij, dat je dat minstens concreet moet maken. Dat je moet aangeven wat je begrijpt onder maatschappij. Als je dat niet doet, dan is de kans zeer groot dat je snel vervalt in wat ik zou noemen een puberale kritiek op het systeem. Het systeem dat slecht is, het systeem dit, het systeem dat. Daar kun je niet veel mee aanvangen. Dus we moeten zo duidelijk mogelijk formuleren wat we begrijpen onder een maatschappij, om dan daar nadien mee aan de slag te kunnen gaan. Bovendien, dat zal het deel zijn dat daarna komt over een aantal colleges, moeten we eigenlijk hetzelfde doen over het individu. Want we gaan die twee tegenover elkaar gaan plaatsen. Het maatschappelijke tegenover het individuele. Dus dat zal het volgende raster zijn dat we moeten uitzetten. Maar dat is over een paar colleges waar we het individu zullen proberen te vatten in een aantal concrete krijtlijnen. En dan daarna gaan we die twee samenbrengen. Goed, zoals ik al aangaf in dit college, en dat zal trouwens ook wel voor de volgende colleges gelden, ga ik vrij veel materie behandelen. Ik weet ook dat ik redelijk snel praat. Dat is niet altijd handig om nota te nemen. Maar jullie hebben op grond van de voorbereiding al 2/3 in jullie handen. Dus datgene wat ik telkens voor het college tijdens het weekend doorstuur, heeft jullie eigenlijk een vrij goed beeld van de inhoud. Met dien verstande dat je er best top bij neemt. Dus als je niet altijd kunt volgen, geen paniek. Het staat eigenlijk voor een flink stuk al in datgene wat je doorgestuurd gekregen hebt. Goed, we gaan de maatschappij proberen te begrijpen vanuit 4 grote invalshoeken. En zoals altijd, dat is didactiek, dat is de manier waarop ik cognitief iets probeer te vatten, zoals altijd, is dat een beetje boerenbedrog. Dat zijn geen 4 aparte dingen. Die lopen door elkaar. Dat zijn 4 perspectieven, 4 invalshoeken om dat grotere geheel te proberen te begrijpen. Maar we denken ze apart. Kwestie van er toch wat grip op te kunnen krijgen. Een eerste belangrijk gegeven, dat is de manier waarop in een maatschappij de uitwisseling van goederen en diensten gebeurt. Om dat met in 1 term uit te drukken, dat is de economie. Waarbij je economie natuurlijk een flink stuk ruimer moet nemen dan de hedendaagse invulling. Hoe worden goederen verdeeld? Hoe worden diensten verdeeld? Hoe gaat dat in zijn werk? Tweede grote invalshoek. De inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen. De maatschappij bestaat uit mensen, verschillende soorten mensen, verschillende leeftijden, verschillende geslachten. Hoe gaan die zich onderling gaan verhouden? Dat is het veld van het sociale. Derde invalshoek. De mate van gestrengheid. De autoriteit. Dat is al iets minder makkelijk voorstelbaar. Bij dat eerste, de economie, kunnen we ons iets voorstellen. Bij dat tweede, de sociale verhoudingen. Bij dat derde, de mate van gestrengheid, dus de autoriteit, het gezag, dat is al veel minder makkelijk, terwijl het een heel centraal gegeven is als we maatschappij willen begrijpen. En dan de laatste paar decennia wat op de achtergrond geraakt is, dat is wat ik gemakkelijkheidshalve zal benoemen als het transcendente. Daar gaan we straks op terugkeren. Goed, iets wat je met een zekere regelmaat zou horen als ik die afzonderlijke invalshoeken bespreek, dat is dat ze alle 4 eigenlijk terugkeren
of alle vier te maken hebben met identiteit. Met datgene wat ik ben, datgene wat u en de manier waarop we ons daar tegenover gaan verhouden. Dat is misschien een van de sleutelbegrippen om doorheen die vier typeringen van de maatschappij te kunnen stappen en terzelfde tijd ook om straks dat individu te gaan begrijpen. Wat gaan we nu doen? Ik ga nu in eerste instantie die vier mogelijke perspectieven om een maatschappij te begrijpen wat algemeen toelichten. Daar gaan we al redelijk wat tijd voor nodig hebben. En kijken naar de actualiteit. Hoe dat we daar vandaag tegenover kunnen kijken. Dat doe ik even om meteen een historisch perspectief aan te geven. Als wij nu nadenken over sociale verhoudingen, ja, dan nemen we bijna uitsluitend onze sociale verhoudingen. Dat zijn diegenen die we kennen. Maar die zijn ooit wel anders geweest en die worden straks weer anders. Dus je moet dat eigenlijk proberen in eerste instantie los te zien van die actualiteit. Om precies op grond van die afstandname in tijd en ruimte, om daar dan kritisch over te kunnen reflecteren. Goed, in eerste instantie dus de uitwisseling van goederen en diensten. Ja. Wat moet je daarbij voorstellen als we dat hebben over goederen en diensten? Nou, dan denken we natuurlijk in eerste instantie aan gebruiksvoorwerpen, maar ook aan huisvesting, ook aan zorg. En dan zie je al een onderscheid tussen een product en een dienst. Want gebruiksvoorwerpen, dat zijn goederen. Dus zorg, dat is een dienst. Dan kunnen we ook denken aan bijvoorbeeld onderwijs en opleiding. Dat zijn allemaal zaken die binnen een maatschappij een plaats krijgen, een belangrijke functie hebben en die op een of andere manier typisch zijn voor een bepaalde maatschappij. De uitwisseling van goederen en diensten staat als studieobject in de antropologie zeer centraal. Antropologie is als discipline een beetje verdwenen, dat is jammer, maar we kunnen daar heel veel uit leren. En om maar onmiddellijk het toe te passen op dit onderwerp, als we even kijken naar de grondslagen van de antropologie, en dat is dan zo rond 1900, dan vinden we daar een, wat men noemt een inaugurale tekst. Een tekst die als het ware een soort baseline gezet heeft voor het denken dat nadien gevolgd is. En dat is als een redelijk korte tekst van de hand van Marcel Mauss, een Frans-Joodse antropoloog, met als titel Essai sur le don, een verhandeling over de gift, over datgene wat gegeven wordt. En hij heeft daar als centrale lijn van een maatschappij kunt getyperen door de wijze waarop zaken uitgewisseld worden. Dat is een korte tekst, het is een essay, maar meteen een soort basistekst voor het denken daarover. We springen dan 60 jaar vooruit in de tijd naar een van de andere peetvaders. Tot dan waren het allemaal vaders, de moeders volgden pas later. Springen vooruit naar een van de andere peetvaders van de antropologie. Dus Claude Lévi-Strauss, ook al een Franse, Joodse antropoloog. Met als basiswerk La structure élémentaire de la parenté. De elementaire verwantschapsstructuren. Verwantschapsstructuren, als je dat in een meer gewoon woord vertaalt, de familiale structuren. Maar hij gebruikt bewust verwantschapsstructuren, omdat het veel verder gaat dan familie. Want in heel veel gemeenschappen, niet westerse gemeenschappen of oudere gemeenschappen, gaat het over een clanstructuur en niet over een familiestructuur. Maar goed, laat dat even vallen. Dus de elementaire verwantschapsstructuren. Wat heeft dat nu te maken met, uitwisseling van goederen en diensten? Wat heeft dat nu te maken met een maatschappelijke structuur? Wel, het allereerste wat uitgewisseld wordt in een maatschappij, dat zijn mannen en vrouwen. Als huwelijkspartners. Vrouwen worden uitgewisseld, mannen worden uitgewisseld. En daar wordt telkens een bepaalde gift aan gekoppeld. De fameuze bruidschat. En er zijn culturen die vrouwen uitwisselen. Dat is de meerderheid. Er zijn ook culturen die mannen uitwisselen.
En dat creëert een bepaalde structuur waartussen goederen gaan doorgegeven worden. In eerste instantie voedsel, maar ook heel snel bezit. Jullie hebben de leeftijd waar romantische relaties zeer belangrijk zijn. Dat zal nog een ruime tijd zo blijven. En dat is ook echt wel romantisch. Maar nu eventjes ietsje minder romantisch. Waarom zou je trouwen? Dat is een vraag die voor het eerst gesteld werd door mijn generatie. Waarom zou je trouwen? We hebben er heel snel het antwoord op gevonden. Je moet trouwen om te kunnen scheiden. Dat klinkt nu heel ironisch. En dat is niet ironisch. Het huwelijk is in eerste instantie een economische instelling. In de ruime betekenis van het woordje economie, waar we straks op zullen terugkeren. Het huwelijk is een wettelijk juridisch kader waarlangs goederen doorgegeven worden. Waarlangs goederen samengebracht worden. Waarom denk je dat homoseksuele koppels er zo op gebrand waren om te kunnen wettelijk trouwen? Niet alleen omwille van de romantiek, hè? Omwille van het erfenisrecht. Want je kunt niets doorgeven. Je kunt aan je partner met wie dat je 30, 40 jaar van alles opgebouwd is, niets doorgeven, want er is geen wettelijk verband. Ondertussen is dat opgelost met de huwelijkscontracten. Dus dat om maar eventjes aan te geven hoe de elementaire verwantschapsstructuren, en dat is het vertrekpunt van een maatschappij, hoe dat berust op het doorgeven van goederen en diensten. En in eerste instantie het doorgeven van mensen. Dus je ziet hoe oud dit is. Vanaf het ogenblik dat je die symbolische uitwisseling hebt, want het gaat over een symbolische uitwisseling, gekoppeld aan de reële uitwisseling natuurlijk. Met symbolisch bedoel ik dat er actes gemaakt worden, dat het neergeschreven wordt. Vanaf het moment dat je dat hebt, zit je in een menselijke economie. In een maatschappelijke uitwisseling van goederen en diensten. Wat is er daar belangrijk in? Altijd heel algemeen, we hebben het niet over onze economie. Belangrijk daarbij is de wederzijdse uitwisseling. Als er geen wederzijdse uitwisseling plaatsgrijpt, spreken we over slaven. In een normale menselijke maatschappij hebben we een wederzijdse uitwisseling. Heel belangrijk daarbij, de erkenning. Het feit dat iemand erkend wordt in wat hij of zij geeft en wie hij of zij is. Dus die uitwisseling heeft daardoor al een effect op een stuk van onze identiteit. En dat geven en krijgen. Vandaar, volgende, het effect op de verhoudingen. Hoe worden verhoudingen in een maatschappij gedacht? Hoe worden verhoudingen gestructureerd in functie van die uitwisselingen? In functie van datgene wat gegeven wordt, datgene wat gekregen wordt. Met andere woorden, op grond van die algemene beschrijving kun je al opmaken dat dit perspectief, dus deze insteek op het maatschappelijke, uitwisseling van goederen en diensten, dat veel en veel ruimer is dan onze hedendaagse enge blik op economie. Dat is ook zo'n vreemd iets, van zodra een bepaald denkbeeld dominant wordt, daar gaan we het volgende college over hebben, van zodra een bepaald denkbeeld dominant wordt, hebben wij de indruk, en sommigen zelfs de overtuiging, dat dit de enige invulling is. Dat er geen andere invulling denkbaar is. Bijvoorbeeld, zolang dat Vlaanderen katholiek was, was het woordje religie synoniem met katholiek. Je had ook wel zoiets als protestanten, maar dat was hetzelfde, maar een beetje anders. En andere godsdiensten daarbuiten, ja, dat was primitief. Het idee dat er naast het katholicisme ook andere godsdiensten zouden kunnen bestaan, die vaak een veel oudere traditie hadden en veel rijker waren, was letterlijk ondenkbaar. Maar hetzelfde hebben we vandaag ook met economie. Bij economie denken wij onmiddellijk aan vrije markteconomie.
En het lijkt of dat er daarbuiten geen enkele andere vormen van uitwisseling mogelijk zijn of denkbaar zijn. Ook daar dezelfde redenering. Je kan het veel ruimer gaan bekijken. En dat betekent dat je dan ook andere alternatieven kunt gaan bedenken. Goed. Tweede insteek. De inhoudelijke regeling van de verhoudingen tussen mensen. Tweede insteek om een maatschappij te begrijpen. Om een maatschappij te gaan, als het ware, onderzoeken. En eventueel een kritisch standpunt tegenover in te nemen. Verhoudingen tussen mensen. Over welke verhoudingen hebben we het dan? Er zijn er zo'n aantal die echt wel cruciaal zijn. Als ik ze eventjes overloop. De verhouding tussen meerderen en minderen. Tussen leidinggevenden en medewerkers. Je kan daar al een bepaalde verschuiving zien. Vroeger zei men tussen leidinggevenden en ondergeschikten. Nu hebben we het over leidinggevenden en medewerkers. Dat is al een bepaalde verandering, een bepaalde verschuiving waar we later op zullen terugkeren. Een tweede mogelijke verhouding is de verhouding tussen gelijken. Bijvoorbeeld de verhouding tussen jullie onderling. De manier waarop jullie zich onderling tegenover elkaar verhouden is behoorlijk anders dan toen ik op die banken zat. Niet op deze banken, die waren er nog niet op dat ogenblik. Maar die verhoudingen zijn op pakweg anderhalve generatie behoorlijk veranderd. En dat is een effect van een bepaalde maatschappelijke verschuiving. Volgende insteek. Verhouding tussen verschillende gender. Ook dat is duidelijk ingrijpend veranderd. De manier, de wijze waarop mannen en vrouwen zich tegenover elkaar verhouden, is gelukkig niet meer dezelfde als pakweg 30, 40 jaar geleden. En bovendien zien we daar ook een enorme uitbreiding. Het gaat niet alleen meer over de verhouding tussen mannelijke gender en vrouwelijke gender. We hebben ondertussen ook de homoseksuele gender, lesbisch, transgender, noem maar op. Dus we zien daar ook een uitbreiding. Laatste verhouding die ook binnen de maatschappij bepaald wordt. Dat is de verhouding die we aannemen tegenover onszelf. Tegenover onszelf, daarbij kun je natuurlijk begrijpen tegenover ons lichaam. Maar ook ruimer tegenover wie we psychisch zijn of zouden moeten zijn. Goed. Dus dergelijke verhoudingen kunnen we gebruiken om een maatschappij te typeren, om een maatschappij te bestuderen. En als je eventjes kijkt in de tijd, historisch gezien, dat zijn trouwens de voorbeelden die ik gegeven heb, dan zie je hoe op relatief korte tijd die verhoudingen ingrijpend kunnen veranderen. Als je kijkt in de ruimte, dan kun je vrij makkelijk vaststellen dat vandaag de verhoudingen die zich hier voordoen, dat die niet dezelfde zijn als de verhoudingen die zich bijvoorbeeld in Zuid-Amerika voordoen of in China. Die zijn anders. Dat heeft te maken met een andere maatschappij. Als je nog een stukje verder doordenkt, dan mond je onvermijdelijk uit, ondanks het feit dat het over verhoudingen gaat, mond je uit bij het vraagstuk van de identiteit. Datgene wat eigenlijk doorheen al die perspectieven zal blijven doorlopen. Dat is het makkelijkst zichtbaar als we het hebben over de genderidentiteit. Wie ben ik als heteroseksuele man? Wie ben ik als, noem maar op, dat is het ik, het particuliere stuk. En dat betekent dat je daar de vraag stelt van hoe verhoud ik mij tegenover die ander, die potentieel mijn seksuele partner zou kunnen zijn. Dus je stelt daar de vraag naar die verhouding. Hè. En je hebt daar dat individuele stuk, ik in mijn genderidentiteit. Maar terzelfde tijd is het vrij duidelijk dat die op het eerste zicht alleen maar individuele identiteit, deel uitmaakt van een collectieve identiteit. Want de genderidentiteit die ik aanneem, die jullie aannemen, dat is voor een flink stuk een product van de cultuur en de maatschappij waarin we opgegroeid zijn. Dus je hebt daar ook al onmiddellijk die wisselwerking waar we later opvoerig op zullen terugkeren. Dat zal
af en toe wel verrassend zijn. Dat het meest individuele van onszelf, het meest intieme, dat heel vaak het meest collectieve is, het meest gedeelde. Dat was zo een van de ironische opmerkingen van Freud, zoveel jaar geleden, meer dan een eeuw geleden, toen hij kritiek kreeg omdat hij een aantal gevallenstudies publiceerde. Dat is trouwens iets wat vandaag de dag ook weer op een bepaalde manier aan bod komt. Hij publiceerde gevallenstudies over mensen die bij hem op consultatie waren gekomen, waarin natuurlijk een aantal intieme details aan bod kwamen. Intieme details op het vlak van seksualiteit, op het vlak van verhoudingen, noem maar op. Dat was geanonimiseerd, de namen stonden er natuurlijk niet bij. Maar goed, daar was er groot schandaal over, omwille van die intieme details die daarin verteld werden. Als je ze nu bekijkt, zijn ze vrij banaal hoor. Ondertussen hebben we de grenzen een flink stuk verder gelegd. Het antwoord van Freud daarop was eigenlijk vrij sprekend. Hij zei van die intieme details, dat is datgene wat we het meest van allemaal delen. Want het is bij u en bij mij echt niet anders. En dat is zo de paradox. Je hebt een bepaald iets waar je mee worstelt, wat je denkt van, dit is echt van mij. Uw buur heeft hetzelfde hoor. Niet op exact dezelfde manier, maar de zaken waar wij mee worstelen, op vlak van lichamelijkheid, op vlak van relationaliteit, dat is heel vaak een variante op datgene waar die ander ook mee worstelt. Goed, maar daar komen we later op terug. In die inhoudelijke regeling van die verhoudingen ontwikkelen wij dus zowel een collectieve identiteit als een particuliere identiteit. Het belangrijkste element in die verhoudingen, de verhoudingen waar ik altijd tegenover iemand anders sta, de ander gelijke, de ander die boven mij staat, de ander die potentieel een seksuele partner kan zijn, de ander die ik zelf ben, mijn lichaam. In die verhouding tegenover een ander is het allerbelangrijkste het al dan niet krijgen van erkenning. Dat hadden we daar straks ook al gezien bij die uitwisselingen van goederen en diensten. Het krijgen van erkenning. Dit is een van de factoren die we nauwelijks vastkrijgen. En als je er een beetje over nadenkt, komt je vrij snel tot de vaststelling hoe cruciaal dit is. En dit ziet je in de taal. Ik zal daar heel vaak op wijzen als ik lesgeef, dat we in de taal ontzettend veel psychologische waarheden kunnen vinden. Bijvoorbeeld wat je hier kunt terugvinden als belangrijk, als aanduiding voor het belang van die erkenning, dat is in de uitdrukking van, hij ziet mij niet staan. Iemand die niet gezien wordt. De uitdrukking die wij in het Vlaams gebruiken voor liefde is iemand graag zien. Je moet dus iemand graag zien. Iemand moet gezien worden. We weten bij de ontwikkeling van baby's dat ze al vanaf de geboorte, of niet onmiddellijk na de geboorte, maar het duurt niet lang, dat ze in staat zijn het gezicht van de moeder te kunnen waarnemen. Dus de afstand van de borst tot de afstand van het gezicht van de moeder is de afstand waarop baby's een heldere blik hebben. Veel verder dan dat kunnen ze niet zien. Die uitwisseling is van cruciaal belang. Ziet de moeder mij of ziet ze niet? Ter illustratie, voor het belang daarvan, een aantal jaar geleden in Groot-Brittannië. Groot-Brittannië heeft een enorm probleem van tienermoeders, dus kinderen van 14, 15 jaar die zelf al een baby hebben, en die eigenlijk moeten geleerd worden van hoe dat ze met die baby moeten omgaan, want ja, dat is ook niet iets dat je van nature uit kent. En het bleek vrij snel dat bij veel van die baby's er van alles verkeerd liep, dat ze een ontwikkelingsachterstand hadden. Maar die heeft men ontdekt. De belangrijkste reden voor, of een van de belangrijkste redenen voor de eventuele ontwikkelingsachterstand van baby's bij tienermoeders, was dat die tienermoeders niet de blik van de baby vasthielden en omgekeerd. Waarom niet? Terwijl als ze de borst gaven of iets anders, keken ze op hun smartphone en niet naar de baby. Dus dat is nu een van de belangrijke opvoedingsregels in Groot-Brittannië. Leer een tienermoeder haar smartphone aan de kant leggen op het ogenblik als ze bezig is met haar baby.
Want die, en dan, je ziet daar eigenlijk bij wijze van spreken hartverscheurende video's van. Dat babytje is aan het kijken van kijk naar mij. En de moeder kijkt op de smartphone. Dus daar zie je al hoe het heel primair aanwezig is. We willen gezien worden. En op grond van het gezien willen worden, willen graag gezien worden en we willen erkenning krijgen. Dat is trouwens ook een van de eerste kinderspelletjes. Hè? Dat wordt al gespeeld door peuters van 3, 4 jaar. Verstoppertje spelen. Dat heb je zelf ook allemaal gespeeld. En dat speelt je misschien nu af en toe nog met kleinere kinderen. Wat is het cruciale punt van verstoppertje spelen? Dat is dat je gevonden moet worden. Hè? Een kind dat niet gevonden wordt, dat is pas erg. Zeker als ze niet verder zoeken naar u. En moet ik een verstoppertje spelen met een kleuter van 2 jaar, 2 jaar en een half. Ja. Die steekt zich weg op een manier dat je onmiddellijk weet waar dat hij of zij zit natuurlijk. Want ze hebben nog niet echt door wat ze zich goed kunnen verstoppen. En dan doet je alsof dat je niet weet dat ze achter het gordijn staan. En je zit aan het zoeken. En op een bepaald ogenblik ziet je bij die kleuter het idee ontstaan van... Hij vindt mij niet. Opa, ik sta hier. Ze willen gevonden worden, hè. Dat is het cruciale. Ik wil gezien worden, ik wil gevonden worden, ik wil meetellen. Ik wil bestaan in de blik van de ander. Ja. En nu eventjes onmiddellijk naar de maatschappijkritiek. Hoeveel mensen vandaag de dag zijn er die niet gezien worden? Die geen erkenning vinden? Die het gevoel hebben dat ze simpelweg niet meetellen? Ze staan ook achter de gordijnen. Daar gaan we later op terugkeren. Maar je kan dus zien hoe iets wat elementair psychologisch is, en dat zich al voordoet in die hele vroege ontwikkelingsfase, hoe dat eigenlijk terugkeert in alle mogelijke verhoudingen. Je mag ze even opnieuw overlopen, verhouding tegenover andere gender. Je wilt door je partner gezien worden. Hè? Gezien worden, dus noods binnen een verhouding op dat ogenblik eventueel negatief kan zijn. Maar wat dat onverdraaglijk is, is van dat de ander doet alsof dat gelucht zit, dat je niet bestaat. En hetzelfde geldt natuurlijk ook binnen de verhouding tussen gelijken en binnen de verhouding tussen meerdere en mindere. Dus de erkenning door de ander is ontzettend belangrijk. Die 4 verhoudingen, die maken deel uit van onze identiteit, dat heb ik al aangegeven. Nu gaan we nog een stap verder. Als je die verhoudingen even overloopt, tegenover andere gender, tegenover andere gelijken, tegenover andere van de autoriteit, tegenover ons eigen lichaam. Als je daar eventjes bij blijft stilstaan, dan is het niet zo moeilijk om tot de vaststelling te komen dat dergelijke verhoudingen vol zitten met normen en waarden. Met datgene wat je wel mag doen, datgene wat je niet mag doen, datgene wat je moet doen. Dat zit eigenlijk vol met het normatieve, met het morele. En dat kunnen we vrij makkelijk begrijpen als we gaan kijken naar die maatschappelijke verhoudingen. Want in die maatschappelijke verhoudingen zit dat morele, zit dat normatieve. Maar het is wel interessant om mee te nemen dat dat ook in ons zit. In uw eigen identiteitsconstructie. Ook daar hebben we uitdrukkelijk die normen en waarden verinnerlijkt. Goed, sociale verhoudingen als tweede insteek voor het maatschappelijke. Het is vrij duidelijk dat een maatschappij op het vlak van die sociale verhoudingen evolueert. Dat er daar historisch gezien zeer belangrijke verschuivingen in ontstaan zijn. De vakterm die daarvoor gebruikt wordt, is de term sociaal contract. Sociaal contract, wat moet je daarbij voorstellen? Dat is een beetje een abstracte term die gebruikt wordt om de min of meer officiële, min of meer officieuze verhouding te beschrijven tussen de overheid, het maatschappelijk systeem, zou je kunnen zeggen, en het individu. Er is daar een ongeschreven wet, vaak een geschreven wet, over hoe dat verloopt. Bijvoorbeeld, laat ons even heel ver terugkeren in de tijd.
het feodaal tijdperk. Feodaal tijdperk tot ongeveer de middeleeuwen en nog het begin van de middeleeuwen hebben we een feodaal tijdperk. Dat betekent dat we op dat ogenblik drie standen hebben. We hebben de boeren, we hebben de klerus, de priesters, de kloosters en we hebben de adel. En het min of meer ongeschreven sociaal contract is het volgende. De mens is ongelijk. En God heeft dat bepaald. Als je geboren wordt als boer, dan blijf je boer. Als je geboren wordt in de adel, dan blijf je in de adel. En dat is een kleine ontsnapping, een kleine uitweg mogelijk, zowel voor de adel als voor de boer, om eventueel in de klerus te stappen. Maar als je uit de boerenstand in de klerus stapte, dan bleef je onderaan de ladder staan. Je kon hoogstens broeder worden, dus zoveel verschil maakte dat niet uit. Dus je had drie maatschappelijke standen en die er alle drie fundamenteel van overtuigd waren dat zij ongelijk waren en dat God dat zo beschikt had. En de verdeling of de relaties waren als volgt. De adel moest de twee andere standen beschermen tegen invallen en mochten daarvoor eigenlijk die anderen gebruiken en noodzakelijk ook wel misbruiken. Dat is de feodale verhouding die je op dat ogenblik krijgt. Er is geen markteconomie, er is een subsistentie-economie. Men produceert wat men zelf nodig heeft om te kunnen overleven en een klein beetje meer om daarmee een aantal dingen te kopen die men zelf niet kon maken. En dan hing men dat kopen op de jaarmarkt. Dus een markt die één keer per jaar plaatsgreep. En daar kon men dan de dingen kopen die men niet zelf kon maken. En dat was zo ongeveer, dat is het sociaal contract, daar is vrij simpel. Goed, als we nu vooruitspringen naar onze tijd, dan krijg je een heel ander sociaal contract. Eén dat veel complexer is. En één dat voortdurend, als het ware, onderhandeld moet worden. En je ziet in de historische evolutie, vanaf het feodaal tijdperk tot vandaag, dat we een toenemende gelijkwaardigheid krijgen. Dat oorspronkelijke idee van de mens is ongelijk en God heeft dat beslist, dat verschuift vanaf de verlichting naar het idee van mensen zijn gelijk, mensen zijn gelijkwaardig en die rechten moeten gevrijwaard blijven. En als je dat gaat bestuderen, dan kun je daarbinnen ook nog een heel belangrijke verandering vaststellen. De mensen zijn gelijkwaardig. Dat betekende eigenlijk, de mannen zijn gelijkwaardig, want de vrouwen telden niet mee. De gelijkwaardigheid van de vrouw komt eigenlijk pas op de agenda rond de 19e eeuw. Plots ontdekt men dat dat ook mensen zijn. En dan zie je dat die emancipatiebeweging in de vorige eeuw in een versneld tempo zal plaatsgrijpen, noem maar op. Dus het sociaal contract, de regeling van die verhoudingen tussen de mensen, onderling en naar de bovenkant toe, is iets wat heel sterk kan veranderen. Recente verandering. We krijgen een evolutie van een maatschappij die in eerste instantie heel sterk gericht was op solidariteit, naar een maatschappij die heel sterk gericht is op individualisering. Wat moet je daarbij voorstellen? Want we kunnen dat niet goed vatten, omdat we er middenin zitten. Ik neem aan dat jullie ook het nieuws volgen. Op dit ogenblik is een van de items in het nieuws de Amerikaanse presidentsverkiezingen die op komst zijn. En een van die kandidaten is Michael Bloomberg. En die staat bekend als, maar eerst en vooral als iemand die tot de 1% behoort, die steenrijk is, maar terzelfde tijd als iemand die enorm veel van zijn fortuin uitgeeft aan caritatieve doeleinden. Hij heeft ondertussen, schrik niet, $10 miljard... Ik kan me dat bedrag zelfs niet voorstellen. $10 miljard van zijn eigen fortuin gebruikt voor caritatieve doeleinden. Wij vinden dat heel mooi. Maar dan moet je eventjes de vraag stellen hoe dat komt. Dat kader binnen een bepaald maatschappelijk model dat wij in Europa verlaten hebben eind 19e eeuw.
tot eind 19e eeuw hadden wij dat ook. En dan leefden wij in een maatschappij die eigenlijk functioneerde op grond van liefdadigheid, charity. Je had dus een kleine groep mensen met een enorm vermogen. En dat vermogen werd door een deel van hen gebruikt voor wat men dan noemde goede doelen. In de vorige eeuw hebben wij dat in Europa afgeschaft en vervangen door belastingen. En de belastingen werden gebruikt om een herverdeling te doen. Een herverdeling waardoor het de overheid was die besliste van daar hebben we geld voor nodig, daar hebben we geld voor nodig, daar hebben we geld voor nodig. Dat is een heel andere maatschappij, hè? Die op een heel andere manier functioneert. Ze hebben beide voor- en nadelen. Wel, je kan zien dat wij nu terug aan het evolueren zijn naar een charity-maatschappij, waarbij het geld als het ware uit eigen beweging moet gegeven worden. En dan krijg je initiatieven zoals de Warmste Week en dat soort zaken, waarbij er een soort crowdfunding gedaan wordt om dan een aantal zaken draaiende te houden. Goed, voor alle duidelijkheid, ik neem op dit ogenblik geen standpunt in. Dus je mag niet onmiddellijk horen dat ik het ene veroordeel en het andere goed vind. Ik ben gewoon de verschillen aan het aangeven en proberen aan te tonen hoe een aantal van die verhoudingen historisch gegroeid zijn en hoe dat ze kunnen veranderen. En hoe je dat kunt hanteren om een maatschappij te evalueren, om daar eventueel kritiek op te formuleren. Dat is de tweede insteek, de verhoudingen tussen mensen. De derde insteek om een maatschappij te typeren, en dus niet al te gemakkelijk te spreken over het systeem. De derde insteek, en de vierde nog veel meer, worden minder tangibel, worden minder concreet. Bij de economie kunnen we ons heel duidelijk iets voorstellen, bij de sociale verhoudingen kunnen we ons ook iets voorstellen. Bij drie, de mate van gestrengheid waarmee die uitwisselingen geregeld worden. De mate van gestrengheid waarmee die sociale verhoudingen gereguleerd worden, dat weten we minder, of dat zien we minder onmiddellijk voor ons. Integendeel zelfs, het meerdere van ons heeft daar intuïtief zo een soort vrevel tegenover. Die regels, die dingen, we hebben er al veel te veel, we zouden er niet beter wat minder hebben. Dus dat is zo iets waar we liever afstand van houden. Maar even kijken weer naar de geschiedenis. Elke maatschappij heeft die natuurlijk nodig. Hè? Je kan geen maatschappij hebben zonder een regeling die op een of andere manier grotendeels aanvaard wordt. Op grond waarvan die uitwisselingen kunnen gebeuren, uitwisselingen van goederen en diensten, en op grond waarvan die sociale verhoudingen kunnen geregeld worden. Goed, hoe gaat dat in zijn werk? Die regelingen, als we weer eventjes historisch gaan kijken, wel, dat is vrij makkelijk te vatten. De antropologie heeft dat ook vrij mooi beschreven. Je ziet dat een groep mensen die gedurende langere tijd samenleeft, dat die groep mensen een aantal gewoontepatronen ontwikkelt. Een aantal gewoontepatronen waarin ook een aantal normen en waarden zitten. En die gewoontepatronen, als we eventjes gaan kijken naar het Latijn, dan wordt dat benoemd als mores. De zeden en gewoonten. Dat is de vertaling van het Latijnse mores. En als je eventjes daar associatief over nadenkt, dan kom je van mores vrij snel bij het woordje moraal. Moraal, dat zijn de zeden en gewoonten die bij een bepaalde groep horen. Hetzelfde vind je in het Grieks. Daar hebben we het woordje ethos. Ethos zijn ook de zeden en gewoonten, die normatief zijn. En van daaruit krijg je dan het woordje ethiek. Goed, wat is er dan gebeurd in de geschiedenis? Je ziet, en dat is dan in het Westen
voornamelijk gestart met de Grieken en de Romeinen. Je ziet dat de mores, de zeden en de gewoonten, dat die in leges gegoten worden, in wetten. De wetten die letterlijk de verwoording vormen van de autoriteit, van het gezag. Die zorgen voor een regeling van die sociale verhouding, die zorgen voor een regeling van die economische uitwisselingen. En je ziet dat er tussen de mores en de leges, tussen de zeden en de gebruiken en de wetten, dat dat af en toe schuurt. Het is ook geen toeval dat we rechters nodig hebben om de wetten te interpreteren. Want een wet kan je nooit zwart-wit toepassen. Mocht dat het geval zijn, dan zouden we het kunnen overlaten aan computers. En wat er gebeurt is dat de zeden en gewoonten van een groep, die evolueren. Dat is een soort organisch iets dat verandert. En op een bepaald ogenblik zijn ze zo veranderd dat de wetten aangepast moeten worden. Ik heb daar straks al een voorbeeld gegeven. Op grond van de evolutie van onze mores is vanaf een bepaald ogenblik homoseksualiteit en een homoseksueel koppel normaal geworden. Dat was een halve eeuw geleden niet het geval, maar geleidelijk aan zie je, wordt dat normaal en maakt dat deel uit, toch voor de meerderheid van de mensen, van hun kennissenkring, van hun leefwereld. Maar de wetgeving was nog niet mee. De wetgeving is moeten volgen. En op een bepaald ogenblik zie je overal in Europa het idee ontstaan van ja, maar we moeten onze wetten aanpassen, want onze wetten zijn tot nu toe alleen maar gebaseerd op een heteroseksueel koppel. En dat is niet meer het exclusieve, het heteronormatieve, zoals dat heet, heteroseksualiteit als norm. Het heteronormatieve wordt verlaten en wordt uitgebreid. Daar kun je al zien hoe dat die autoriteit op zich ook iets is wat onderhevig is aan evolutie. Goed, we gaan daar heel uitvoerig op terugkeren volgend college, omdat dat ook wel nodig is. Even vooruitlopen. Die zeden en gewoonten, die moraal, die regelgeving, die worden natuurlijk in eerste instantie opgelegd van buitenaf. En dat gebeurt zowel bij kinderen als bij volwassenen. Bij kinderen is dat opvoeding. Bij volwassenen is dat een soort burgeropvoeding. De bedoeling is dat die regelgeving verinnerlijkt wordt. Dat er daar geen externe dwang meer voor nodig is. Herinner u wat ik in het inleidend college beschreven heb toen ik verwees naar Norbert Elias, civilisatiegeschiedenis. Elias die aangetoond heeft dat wij doorheen de geschiedenis van de laatste 500 jaar steeds beschaafder geworden zijn. En wat bedoelt hij als hij zegt dat we steeds beschaafder geworden zijn? Hij bedoelt daarmee dat wij in het Westen, dat zal elders ook wel het geval zijn, maar hij bestudeert het Westen, dat wij gaandeweg een aantal regels die in eerste instantie extern opgelegd werden, dat die verinnerlijkt geworden zijn. Dat die deel uitmaken van onze habitus, van onze gewone manier van zijn, zonder dat dat eigenlijk nog verplicht moet worden. En dat betekent dan dat je daar een autoriteit hebt die de facto aan het werk is. Goed, het is duidelijk dat autoriteit alleen maar kan functioneren als ze geloofwaardig is. We gaan daar vrij uitvoerig op moeten terugkeren, want op dat vlak is er inderdaad wel iets aan de hand. Vierde insteek is de meest abstracte, is de moeilijkste om te vatten en terzelfde tijd toch wel vrij belangrijk. Als je even die drie vorige bekijkt, zeker de twee eerste, maar voor een stuk zelfs ook de derde, dan is dat op een bepaalde manier redelijk concreet. Zeker die economische uitwisseling kunt je vastpakken, die sociale verhoudingen, daar kunnen we ons ook iets bij voorstellen. Het uitoefenen van die autoriteit, dat is ook wel iets wat letterlijk en figuurlijk zichtbaar kan zijn. Bij dat vierde is dat veel minder het geval.
Dat is de houding die maatschappelijk gezien geïnstalleerd wordt tegenover wat ik gemakkelijkheidshalve het transcendente zal noemen. Bij gebrek aan een beter woord. Ik heb lang nagedacht welk woord ik zou gebruiken. Uiteindelijk vind ik dat het meest bruikbare. De houding tegenover het transcendente. Goed, wat moet je daar nu onder begrijpen? Hè? Wel, het maatschappelijke en het individuele, dat gaat over ons. Hè? Dat gaat over u en ik. Dat gaat over de zaken die wij heel erg belangrijk vinden. En in die zaken die wij belangrijk vinden, natuurlijk zit dat materieel-economisch daarin. Natuurlijk zitten die verhoudingen daarin, dat spreekt voor zich. Maar tezelfde tijd, het allerbelangrijkste in ons leven zijn zaken waar we geen greep op krijgen. Dat heeft te maken met wat men dan noemt existentiële vragen. Dat heeft te maken met liefde, met seksualiteit, met dood, met ziekte, met oorsprongsvragen. Dus vragen waar we allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden. En die vragen zijn net existentieel, omdat we er geen afdoend antwoord op weten. Mochten we er een afdoend antwoord op hebben, dan zouden we ze niet meer existentieel noemen. Het existentieel is hier eigenlijk een beetje een eufemisme om te zeggen dat we het niet verstaan en dat we er geen duidelijk antwoord op vinden. En dan zoeken we een antwoord op een andere manier. En die andere manier heb ik dan samengevat onder die noemer van het transcendente. Iets wat ons overstijgt. We gaan proberen antwoorden te formuleren op iets wat ons wat boven ons ligt. Wat is het belang daarvan? Wel, het is precies dit stuk, als datgene wat door een maatschappij ook georganiseerd wordt, het is precies dat stuk dat voor zinverlening zorgt. Want die existentiële vragen over liefde, dood, ziekte, hiernamaals, oorsprong, dat zijn stuk voor stuk vragen die ons in de richting sturen van het zin verlenen, de grotere betekenis van datgene wat wij hier doen of niet doen. Dat is al een eerste reden waarom die houding tegenover het transcendente zo belangrijk is. Een tweede reden is dat dit ons samenbrengt. Het zijn existentiële vragen. Dat betekent dat het vragen zijn die heel vaak te maken hebben met problematische situaties. Het heeft te maken bijvoorbeeld met ziekte, bijvoorbeeld met dood. Het hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn, maar goed, maar vaak hebben existentiële vragen te maken met dramatische kwesties. En dan zie je dat op het ogenblik dat je daarmee geconfronteerd wordt, dat je probeert aan te leunen bij iemand anders. Dat je probeert samen grip te krijgen op iets waarvan dat je weet dat je er toch geen grip op krijgt. Het is geen toeval dat elke cultuur begrafenisrituelen heeft. Dat elke cultuur bij begrafenis mensen samenbrengt. Binnen een collectief gedacht symbolisch systeem daar rond. Dat kan van cultuur tot cultuur, van tijdperk tot tijdperk, zeer verschillend zijn. Maar er zijn maar weinig culturen die het niet hebben. Ik denk trouwens dat er geen enkele is die dat niet heeft. Wel, die elementen, die houdingen tegenover dat transcendente, tegenover die existentiële vragen, dat is ook iets waarlangs we een cultuur kunnen, een maatschappij kunnen proberen te begrijpen. En waarmee we een maatschappij kunnen typeren. Goed, nu gaan we dat hernemen. Die vier invalshoeken. Ik heb dat nu in eerste instantie zoveel mogelijk algemeen besproken. Hier en daar heb ik al wat concrete voorbeelden gegeven en wat historische verschuivingen. Maar nu gaan we veel concreter gaan kijken naar vandaag. Hoe kunnen we die vier kenmerken, die vier manieren om de maatschappij te typeren, hoe kunnen we die vandaag herkennen? Wat is de wijze waarop onze maatschappij daarmee omgaat? En, ook al wat vooruitlopend op een derde deel,
dat dus pas over 6-7 lessen zal komen, ook al vooruitlopend daarop. Wat zijn de effecten op het individu? Even terug verwijzen naar de inleiding. We hebben toen aangegeven dat elk van ons, zowel individueel als collectief, als doel voor zijn of haar leven, het volgende heeft. We willen allemaal een goed leven leiden. En we willen liefst een goed leven leiden samen met die mensen die voor ons van belang zijn. Het is nooit strikt individueel, het is altijd ook sociaal. En we hebben dat goede leven, ik gebruik bewust die term, ik geef daar de voorkeur aan boven de hedendaagse hype rond geluk. Ik gebruik die term omdat ik die ontleen aan een van mijn lievelingsauteurs, met name Aristoteles, het basisconcept van de eudaimonia, het goede leven. Goed. Dus we kunnen ook iedere keer de vraag stellen, als we dan die invalshoeken gaan bekijken voor onze maatschappij, wat de betekenis daarvan is, of wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn voor de eudaimonia. Wel, de hedendaagse economie, de hedendaagse uitwisseling van goederen en diensten, die kunnen we samenvatten onder het lemma van de vrije marktsamenleving. De vrije marktsamenleving. De implicatie daarvan voor de invulling van eudaimonia is de volgende. Eudaimonia, het goede leven, wordt hoofdzakelijk beperkt, toch binnen het officiële spreken daarover, wordt hoofdzakelijk beperkt tot een materiële invulling, tot materiële voorwaarden. We hebben een goed leven als we op vlak van voeding, kledij, huisvesting, gebruiksvoorwerpen, als we op dat vlak alles hebben wat we zouden moeten hebben. En je ziet bovendien dat die materiële voorwaarden ook gekoppeld worden aan een statuswaarde. Want het volstaat niet van voldoende gebruiksvoorwerpen te hebben. Het moeten ook gebruiksvoorwerpen zijn die aan een aantal kenmerken beantwoorden. En die kenmerken hebben minder te maken met de gebruiksvriendelijkheid ervan, of weet ik veel wat, maar hebben vooral te maken met de statuswaarde die ze gekregen hebben. Dus eudaimonia wordt gekoppeld aan de materiële voorwaarden die moeten vervuld zijn en bovendien gekoppeld aan de zekerheid dat het dit zal blijven. We hebben ze nu en we willen zeker zijn dat we ze over 20 jaar ook nog hebben of ook nog in staat zullen zijn om ze te kunnen hebben. Goed, we kunnen daar in eerste instantie al even bij blijven stilstaan en dus ons de vraag stellen van, is dit inderdaad een goede manier om eudaimonia te begrijpen? Het vervuld zijn van een aantal materiële voorwaarden, gekoppeld aan de zekerheid dat dit zo zal blijven. Daar is vrij veel onderzoek naar gedaan, degelijk onderzoek. En uit dat onderzoek komt er een bepaalde consensus naar voren. Daar gaan we het ook over hebben. Heel belangrijk, wat is de waarde van wetenschappelijk onderzoek? Hoe kun je dat evalueren? Wel, vooruitlopend op die vraag kan ik nu al het antwoord geven. Er moet een consensus zijn tussen wetenschappers. Dus één wetenschappelijk onderzoek dat iets aantoont is meestal niet voldoende. De consensus bij wetenschappelijk onderzoek naar de vraag tussen het verband materiële invullingen en eudaimonia. De consensus is de volgende. Tot op een bepaalde hoogte is dat ongetwijfeld het geval. Tot een bepaalde niveau van invulling van die materiële voorwaarden zie je dat het welzijn, het gevoel van welzijn bij het individu en bij een maatschappij meestijgt met het materiële niveau. En onder een bepaald niveau zie je dat het welzijn en het, of de afwezigheid van welzijn uitdrukkelijk gekoppeld is aan het niet hebben van die materiële voorwaarden. Vanaf een bepaald niveau van toename van de invulling van die materiële voorwaarden,
zie je dat het subjectief gevoel van welzijn niet meer stijgt. Dat er geen correlatie meer tussen is. Meer nog, als het nog hoger wordt, zie je een omgekeerde correlatie. Hoe hoger het welzijn, hoe negatiever het verband wordt, hoe hoger het materiële welzijn, hoe hoger de materiële voorwaarden vervuld zijn, hoe lager de correlatie met welzijn. Dat is een wetenschappelijke consensus. En nu even een illustratie daarvan, iets wat we zelf ook al wel zo meegemaakt hebben. Ik neem aan dat toch een aantal onder jullie nog met de rugzak op vakantie gaat en dat je daarbij liefst ver gaat en dat je een aantal continenten en landen gaat bezoeken die een heel andere levensstandaard hebben dan de onze. De andere, dat betekent nog altijd een stuk lager. En dan keert je terug naar hier, nadat je 3 weken in Centrale Afrika rondgetrokken bent, of in de vroegere Oostbloklanden, Oezbekistan enzovoort enzovoort. En wat is het eerste wat u opvalt? Dat de mensen hier niet content rondlopen. En hinder wel. Zeer raar, hè? Je hebt een paar weken met uw rugzak rondgetrokken in een gebied waar mensen eigenlijk vanuit ons perspectief maar juist genoeg hebben. Je hebt nog nooit zoveel lachende kinderen gezien als daar. En je komt terug naar hier. En het eerste dat je ziet is eigenlijk norse gezichten. Mensen die afstand houden, die op het randje af agressief zijn, noem maar op. Dus dat is een vreemd gegeven. De naïeve conclusie is dan dat we allemaal moeten terugkeren naar een dergelijk primitief levensniveau. Dat is geen goed idee. Want die mensen die hinder zitten, die willen allemaal maar één ding. Ons levensniveau natuurlijk. Dus die willen eigenlijk ruilen met ons. Maar elk van de twee partijen wil eigenlijk alleen maar de voordelen van de ander zonder de nadelen. Wij willen hun leven met onze voordelen. En zij willen ons leven met hun voordelen. Dus je ziet dat er iets niet klopt. Ja. Hoe dan ook, terugkeren naar die eerste insteek, de huidige toepassing. Onze uitwisseling van goederen en diensten is voor een flink stuk gereduceerd tot een materiële uitwisseling. Die materiële uitwisseling staat borg voor een eudaimonia, voor een goed leven, voor een welzijn, tot op een bepaald niveau. En vanaf een hoger niveau zien we dat die correlatie wegvalt en uiteindelijk zelfs negatief wordt. Goed, we gaan nog een stuk verder gaan om te begrijpen wat we bedoelen met die vrije markteconomie. En ook daar, dat is ook weer een algemene methodologische regel die we moeten proberen toe te passen, zeker in ons vakgebied. Wij bevinden, daar gaan we ook later op terugkeren, wij zijn bezig met gamma-wetenschappen en met beta-wetenschappen. Pardon, gamma- en alfa-wetenschappen, niet met beta-wetenschappen. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij geen welomlijnde begrippen gebruiken. Als je discussieert met een fysicus over snelheid, of over massa, of over kracht, dan is dat een heel strikt gedefinieerd begrip. Waar elke fysicus wereldwijd hetzelfde onder verstaat. En als jullie met hem of haar discussiëren, dan zal die man of die vrouw u heel snel corrigeren en zeggen, maar ja, wat dat jij eronder verstaat, dat klopt niet. Dat is dit. En dan volgt er een definitie die ook in een formule kan uitgedrukt worden. En dat maakt de communicatie, als je dus dezelfde begrippen, dezelfde vastomlijnde begrippen hanteert, heel handig. Goed, wij hebben die luxe niet. Bij ons, in de menswetenschappen, zijn er geen vastomlijnde begrippen. En dat heeft zeer verregaande gevolgen. Een van de verregaande gevolgen is dat er eindeloze discussies plaatsgrijpen tussen mensen en tussen groepen over hetzelfde onderwerp, waarbij je, als je een beetje afstand neemt en luistert, tot de vaststelling komt dat ze een heel andere invulling heeft dan het begrip. En als we het nu hebben over een vrije markteconomie, daar is enorm veel discussie over, maar dan moet je dus de vraag stellen of dat er binnen die discussies, of het wel over hetzelfde gaat.
dan moet je de vraag stellen of dat begrip wel een eenduidige invulling kan hebben. Of het niet sowieso is dat je dat telkens opnieuw moet gaan bekijken binnen een bepaalde context. Dat is de stelling die ik meer en meer naar voren zal schuiven, eigenlijk bij heel veel begrippen, dat ze altijd contextueel zijn. Je kan dus niet gaan spreken over de vrije markteconomie. Je kan alleen maar spreken over de vrije markteconomie, zoals die zich bijvoorbeeld nu voordoet in Amerika. Daar kan je duidelijk een studie van maken en daar kan je duidelijk uitspraken over doen. Zegt dat iets over de vrije markteconomie in Europa? Nauwelijks. Die is anders. Je kan het zelfs binnen Europa moet je het gaan differentiëren afhankelijk van de context. Hoe het bij ons loopt is niet hetzelfde zoals het in Nederland loopt. Maar binnen die discussies wordt dat zelden meegenomen. Het lijkt alsof dat we daar altijd het over hetzelfde hebben. Maar dat is dus niet het geval. Goed, vrije markteconomie is iets wat traditioneel gezien beschouwd wordt. Ik ga daar straks ook een correctie op aanbrengen. Iets wat traditioneel gezien beschouwd wordt als een recent gegeven. Als iets wat pas ontstaan zou zijn in pakweg de 18e eeuw en dan 19e eeuw met de industrialisatie. In eerste instantie in Groot-Brittannië en dan heel snel bij ons in België. Dat dan in tweede instantie met de industrialisatie nog sneller tot ontwikkeling zou gekomen zijn. En wat dus in de vorige eeuw, en dan voornamelijk in de tweede helft van de vorige eeuw, massaal over heel de wereld tot ontwikkeling gekomen is. Goed, er wordt nagenoeg altijd verwezen, als je daar iets historisch over gaat lezen, naar een Schotse econoom die naar de naam Adam Smith luistert. En die heeft een boek geschreven met als titel The Wealth of Nations, de rijkdom van nazistaten, gepubliceerd in 1776. En hij beschrijft daar het ideaal van wat ik zou noemen een lokale vrije markt. Dat is een beetje een paradox, een lokale vrije markt. En hij beschrijft ook hoe een dergelijk marktsysteem ertoe bijdraagt dat een nazistaat zich goed kan ontwikkelen. Goed in de zin van vooruitgang, welzijn en een toename of een afname van sociale ongelijkheid. Heel belangrijk in dat boek, alhoewel het is eigenlijk voornamelijk nadien dat men dat eruit gehaald heeft, Adam Smith hecht er niet zoveel belang aan, heel belangrijk in dat boek is de redenering van de onzichtbare hand. De onzichtbare hand. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, Adam Smith beschrijft, en nogmaals, het gaat over de 18e eeuw, beschrijft dat een markt die vrijgelaten wordt, begrijp waarvan overheidswegen niet op ingegrepen wordt, dat een markt die vrijgelaten wordt zichzelf reguleert. Denk even aan het gezag, de autoriteit. Dat we het een van de belangrijke insteken voor de maatschappij. Maar dus hier het idee van een markt die vrijgelaten wordt, die behoeft geen externe autoriteit. Die reguleert zichzelf. Wat moet je daaronder begrijpen? Nogmaals, we hebben het over 1776. Wat moet je daarbij begrijpen? Wel, bijvoorbeeld het volgende. Als iemand op de markt voor zijn producten een veel te hoge prijs vraagt, ja, dan zal die zijn producten niet kwijtgeraken. Want men zal bij de concurrent gaan die een eerlijker prijs vraagt. En dus sowieso zal die man die zijn producten veel te duur wil verkopen, zijn prijs ook moeten laten zakken. Ander voorbeeld. Als er een overvloed is van bepaalde producten, te veel, ja, dan daalt de prijs. Want er wordt te veel aangeboden. Maar dat betekent dat er sowieso van die producten, omdat men er minder mee kan verdienen, dat er minder geproduceerd zullen worden. Dus de markt corrigeert zichzelf. Te veel van iets, prijzen zakken, dus we maken er minder van. Prijzen zullen weer een acceptabel niveau bereiken. Ja? Het tweede voorbeeld van het zelfregulerende. Derde voorbeeld, iemand die sjoemelt. Iemand die minderwaardige producten verkoopt.
maar ze wel voorstelt als kwalitatief goede producten, wel, die zal heel snel ontmaskerd worden en die ligt eruit. Binnen een markt die vrij is. En dat zijn allemaal zaken die eigenlijk vanzelf gebeuren op grond van vraag en aanbod. Vandaar het idee van de onzichtbare hand, je zou kunnen zeggen de onzichtbare autoriteit die een dergelijk systeem gaat regelen. Goed, in 1776 was die markt redelijk lokaal, gaandeweg zal die zich uitbreiden. En dan zie je merkwaardig iets, dat wordt al duidelijk de periode volgend op Adam Smith, dan zie je dat er van de kant van de overheid regelgevingen moeten komen om de vrije markt vrij te houden. Dat is een beetje de paradox. Je moet een regelgeving maken, dus een beperking, om het vrij te houden. Klassiek voorbeeld, een aantal mensen die iets produceren, die kunnen afspreken. Die kunnen zeggen van, goed, jij maakt naaimachines, ik maak ook naaimachines, in plaats van tegen elkaar te beconcurreren, want wij zijn nu eenmaal de twee grootste, in plaats van elkaar te beconcurreren, laat ons afspreken dat we de prijs vanaf volgend jaar 25% verhogen. Alle twee. We hebben sowieso meer winst, alle twee, en we gaan er toch evenveel blijven verkopen. En je krijgt dus prijsafspraken tussen mensen die oorspronkelijk concurrenten zouden moeten zijn. Je krijgt zogenaamde kartelvorming. En er moet dus een wetgeving zijn die dat verhindert om te maken dat de markt vrij kan blijven. Dat is zo'n beetje de paradox. Je hebt een verbod nodig om vrij te kunnen installeren. Eigenlijk is dat helemaal geen paradox. Je hebt altijd wetten nodig om vrij te kunnen vrijwaren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Goed. Dat heeft zich gaandeweg geïnstalleerd. En gaandeweg kreeg het idee van vrije markt, en nu zitten we in het midden van de vorige eeuw, kreeg het idee van de vrije markt ook een politieke betekenis. Dat heeft dan te maken met ja, ik zou bijna zeggen, de toevalligheden van de geschiedenis. Want in de vorige eeuw kregen we een tegenstelling tussen twee politieke systemen die tezelfde tijd twee verschillende invullingen van de markt hadden. Je had het Westen en je had het communistische blok. Dat is van voor jullie tijd, dus ik moet nu eventjes jullie geschiedeniskennis wat opfrissen. Binnen het communisme kregen we een centraal geleide planeconomie. Dat is iets helemaal anders dan een vrije markteconomie. Een centraal geleide planeconomie, dat betekent dat een aantal mensen bovenaan beslissen over de productie. Over de productie van goederen en over de verdeling van goederen. Dat betekent dat het competitieve principe, het concurrentieprincipe uitgeschakeld wordt. Enfin, dat heeft allerlei gevolgen voor de regeling van de sociale verhoudingen. Bij een vrije markteconomie gaat men ervan uit dat dat zichzelf regelt. Dat dat niet opgelegd wordt. Dus je krijgt dat diametraal tegenover elkaar. Dus twee verschillende vormen van economie. Die meteen ook een gevolg hebben voor de sociale verhoudingen. En dan krijg je een koppeling tussen het idee van vrije markt en het idee van democratie. En het idee van centrale planeconomie en het idee van onvrijheid, van dictatuur. En die koppeling komt heel sterk tot stand in de vorige eeuw. Vrije markt betekent niet alleen vrije uitwisseling van goederen en personen, maar betekent ook politieke vrijheid. Betekent ook een democratisch bestel. Goed, springen we vooruit in de tijd. En vooral duidelijkheid, even terug naar die geschiedenis, dat klopt ook. Hè? Dat is dus juist. Je kan dus heel duidelijk zien dat de democratische vrije markteconomie democratisch was en dat de centrale planeconomie absoluut niet voor vrijheid zorgde. Goed, dan springen we in de tijd naar 1989, de val van de Berlijnse muur, eigenlijk de ineenstorting van het Oostblok, van het communistische, van een communistisch georiënteerde maatschappij. En door het feit dat dat wegvalt,
zal de westerse vrije markteconomie plots een heel andere richting uitgaan. En vanaf 1990 krijgen we een evolutie waar we nu vandaag de resultaten van zien. En die resultaten die zijn op zijn zachtst uitgedrukt paradoxaal. Ze zijn paradoxaal omdat ze haaks staan op de verwachting. De verwachting van die koppeling tussen welzijn en materiële welvaart, de verwachting van democratie, de verwachting van toenemende gelijkheid. Wat zien we? We zien dat vrijheid en autonomie afnemen. Dat kunt je op politiek vlak vrij sterk vaststellen. We zien dat de ongelijkheid toeneemt. Ook hier moet je natuurlijk weer voorbehoud maken en contextueel gaan kijken. De ongelijkheid in België valt zeer goed mee. De ongelijkheid in Groot-Brittannië neemt schrikbarende vormen aan. Dat is maar over het kanaal, hè? Dat is niet veel verder. Dus je mag dat niet veralgemenen. Als je Amerika neemt, en Amerika is wel het voorbeeld van een ultra-neoliberale vrije markteconomie, daar zie je dat de ongelijkheid daar schrikbarende vormen heeft al een aantal jaren. En, nog veel verrassender, je ziet dat een exponentieel doorgedreven vrije markteconomie ervoor gezorgd heeft dat de economie wereldwijd in crisis komt. En dat is pas verrassend. De economische crisis is eigenlijk niet meer weg geweest sedert de millenniumwisseling. Wat dus inhoudt dat het zelfregulerende, wat door Adam Smith beschreven wordt, dus die fameuze onzichtbare hand, dat dat blijkbaar niet meer werkt. En dan moeten we ons de vraag stellen hoe dat komt. Excuseer. Ja, het coronavirus zullen we voorlopig maar in China laten, hoop ik. Goed, nu gaan we even terugkeren naar die geschiedschrijving. Geschiedenis is razend interessant. Je moet eigenlijk de geschiedenis zo goed mogelijk bestuderen om iets te begrijpen. De officiële geschiedschrijving tot voor kort was dus dat een vrije marktsamenleving een heel recent iets is. Iets wat ontstaan is 17e, 18e eeuw, 19e eeuw, dan tot ontwikkeling gekomen in een aantal Europese landen, 20e eeuw wereldwijd. Dus eigenlijk een fenomeen van de moderniteit. Ja, goed. Ondertussen weten we dat dat niet het geval is. En we hebben dat te danken aan twee belangrijke auteurs. Die waarvan de tweede op de schouders van de eerste gestaan heeft. De eerste is Karl Polanyi, een Oostenrijk-Hongaarse econoom. Belangrijk boek dat op het ogenblik dat het gepubliceerd werd een beetje onopgemerkt gebleven is. Net zoals wat ik vorig college kon vertellen, dat ook het boek van Norbert Elias, wat onopgemerkt gebleven was ten tijde van de publicatie, in beide gevallen omwille van dezelfde reden. De publicatiedatum is 1944, toen ging de aandacht wel naar andere dingen. Maar ondertussen is dat boek van Polanyi een klassieker geworden, met als titel The Great Transformation. En dan recenter, dus een figuur die op de schouders van Polanyi staat, dat is Bas van Bavel, een Nederlands-Britse historicus-economicus, dus de combinatie van de twee. De eerste auteur zal aantonen hoe die vrije markteconomie maatschappelijk gezien veel verder gaat dan alleen maar economisch. Dat gaan we straks uiteenzetten. En dan Bas van Bavel, nog veel belangrijker, zal aantonen dat de vrije marktsamenleving om de zoveel tijd in de geschiedenis zich al voorgedaan heeft. En bovendien dat we ondertussen over voldoende data beschikken om die vorige vrije marktsamenleving te kunnen bestuderen. En op grond daarvan heeft Van Bavel een cyclus voorgesteld. Een cyclus waarbij je als het ware de organische dynamiek
de interne dynamiek van een vrije marktsamenleving kunt beschrijven. En nogmaals, dat op grond van empirisch onderzoek. En dan wordt het heel interessant, want dan kun je zien waar onze samenleving zich bevindt. En kun je ook begrijpen hoe het komt, wat wij de laatste periode, pakweg de laatste 10, 15 jaar, meemaken. Goed, het is 4:15, we stoppen een kwartier en dan gaan we over naar die economie. Hoe werkt het? Ja, zo? Oké. Dankjewel. Nee, ik ook niet. Okay. Hallo, we zijn van VPK en wij verkopen kaartjes voor onze vooruitvijf 4 maart en kaartjes voor ons toneel Schroom. Dus als jullie bij ons willen kopen, kom maar naar voren. Ik kan zowel cash als overschrijving.
We gaan ermee beginnen. De deur mag dicht bovenaan, alsjeblieft. Goed. De titel van het boek van Karl Polanyi is meteen een samenvatting van zijn stelling die toen in 1944 ronduit revolutionair was, maar waar ondertussen meer dan een halve eeuw later nog ongeveer niemand aan twijfelt. En de titel van het werk luidt als volgt: The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time. Wat hij in dat boek beschrijft is simpelweg het volgende. Onze maatschappij is volledig overgenomen door een bepaalde vorm van economie. Al het maatschappelijke wordt bepaald door de hedendaagse invulling van wat wij begrijpen onder economie. En dat benoemt hij als de grote verandering, the great transformation. Wat betekent dat? Dat betekent dat tot pakweg 1900 de economie sowieso een ondergeschikte positie innam. Er waren andere machtsfactoren, want het gaat over macht. Het waren andere machtsfactoren die veel belangrijker waren. En die andere machtsfactoren, dat was altijd een wisselwerking tussen religie en politiek, politieke ideologie. En je ziet eigenlijk, of je kan dat eigenlijk historisch bekijken, dat pakweg de laatste 1000 jaar, met uitzondering van de laatste 50 jaar, dat er voortdurend een machtsstrijd was tussen kerk en staat. En tussen de verschillende invullingen van staat, want daar heb je dan natuurlijk de ideologie. Ja. En daarbinnen was economie, of nam economie een ondergeschikte positie in. En het maatschappelijke werd eigenlijk bepaald, dus dat maatschappelijke zoals wij dat straks beschreven hebben, die uitwisselingen, die verhoudingen, die autoriteit, dat werd gedefinieerd vanuit die, het zij het politieke, het zij het religieuze. Wel vanaf pakweg 1950 verdwijnt dat en is het een bepaald economisch model dat overneemt. Even een anekdotische illustratie. We keren terug naar Frankrijk. En ik denk zo rond 1965, die periode, de periode waarin eigenlijk dat breukvlak heel sterk werd. En op dat ogenblik hebben ze een president van de oude stempel, de Gaulle, die nog heel duidelijk vanuit een politiek standpunt het land wil leiden. En een politiek standpunt, dat betekent een bepaald ideologisch standpunt. Hij heeft een idee hoe een maatschappij politiek het best georganiseerd kan worden. En vanuit die ideologie wil hij dan ook een aantal beslissingen nemen. En hij botst in de assemblée, in het Franse parlement, op een tegenkanting. En die tegenkanting die je vanuit een aantal partijen krijgt, die wordt gemotiveerd op grond van economische argumenten. Wat dat jij voorstelt, wat niet jij, u in Frankrijk, wat dat u voorstelt, dat is slecht voor onze economie, dat kunnen we niet doen. En de Gaulle heeft een antwoord waarmee meteen ook laat blijken dat hij gepasseerd is, dat hij tot een oude stempel behoort. Want hij heeft het volgende historische antwoord. La politique de la France ne se fait pas à la bourse. De politiek van Frankrijk wordt niet op de beurs beslist. Ze wordt hier beslist, in het parlement, niet op de beurs. Dat is ondertussen al helemaal anders. Het is het IMF, het Internationaal Muntfonds, het is de OESO, het is de Wereldbank die beslist wat regeringen moeten doen. Dus de politiek wordt vandaag ondergeschikt gemaakt aan een economisch stelsel dat de politiek als dusdanig gaat dirigeren. En dat is op zich een illustratie van wat Polanyi daar beschrijft als de Great Transformation. Er is een nieuw systeem dat overneemt. Een nieuw systeem dat het maatschappelijke in haar totaliteit zal gaan bepalen.
En dat betekent dus dat het bepaald economisch model niet alleen de economie gaat bepalen, dat kun je verwachten, maar dat dat economisch model ook de sociale verhoudingen gaat bepalen. En daar kunnen we ons ook nog iets bij voorstellen. We kunnen zeggen, ja, dat is toch niet zo vreemd dat een economisch model bijvoorbeeld de verhoudingen gaat bepalen tussen werknemers en werkgevers. Ja, dat maakt deel uit van een sociaal contract. Nee, het gaat veel verder dan dat. Het economisch model bepaalt ook de genderverhoudingen. Het economisch model bepaalt ook de verhouding tegenover je eigen lichaam. Dus het neemt simpelweg alles over. En zoiets heeft een effect waardoor het onzichtbaar wordt. Als iets alles overneemt, dan wordt dat simpelweg de lucht die we inademen, het water waarin we zwemmen, en we zien het niet meer. Het wordt letterlijk en figuurlijk vanzelfsprekend. Daar gaan we volgend college op terugkeren. Dat is de grote transformatie die Polanyi hier bespreekt. De kanteling van een maatschappelijk model dat het zij ideologisch, het zij religieus bepaald wordt, naar een maatschappelijk model dat bepaald wordt door een typische economische invulling. En dat is dan dat vrije marktmodel. Goed, ter illustratie van die overname, en dat is voor ons vakgebied wel belangrijk, binnen een vrije marktmodel worden diensten gelijkgeschakeld aan producten. Even hernemen. Een product, ja, dat is, daar kun je iets bij voorstellen. Hè? Een product, en dat een product op de markt komt, dat verhandeld wordt in een detailhandel, in een winkel of op een grotere markt, op de beurs, daar kunnen we ons allemaal vrij goed bij voorstellen. Dat een dienst ook een product wordt, dat kunnen we ons minder makkelijk voorstellen, want dat is niet tastbaar. Laten we nu eventjes de vergelijking verder doortrekken. Hoe kunnen we de verschillen zien? En wat zijn de implicaties als die verschillen weggeveegd worden? Bijvoorbeeld een product, dat is de microfoon die ik hier nu gebruik. Dat is een product, dat is iets wat heel concreet is en dat wordt gemaakt. Dat is tastbaar, dat is materieel. Een dienst, dat is datgene wat wij nu aan het doen zijn. Dat is onderwijs. Dat is een dienstverlening. En dat wordt georganiseerd maatschappelijk. Hè? Je ziet onmiddellijk het verschil dat dienstverlening is niet tastbaar. Het is ook niet iets wat gemaakt wordt. Het is niet iets wat je in je hand kunt houden. En terzelfde tijd is het minstens even belangrijk, maar helemaal anders dan dat product. Tweede verschil. Ik ga hetzelfde voorbeeld blijven hanteren. Het product, dus deze microfoon, die is op een bepaalde plaats gemaakt. Ergens in een fabriek, hoogstwaarschijnlijk in het oosten van de wereld. In een bepaalde periode. En het wordt later en elders gebruikt. Dat product is hier gearriveerd, hier aangekocht, centraal verdeeld. En nu kan ik het gebruiken. Dus er is een ruimtelijk en temporeel verschil tussen de plaats van productie en de plaats van gebruik. Ja. Goed, een dienst, daar is het moment van productie en het moment van gebruik, en de plaats van productie en de plaats van gebruik, valt samen. Datgene wat ik hier nu, wat wij hier nu, want onderwijs is een wisselwerking, hetgeen dat wij hier nu produceren, dat is niet iets wat we hier produceren en dan ergens anders gaan toepassen. Nee, dat grijpt terzelfde tijd en op dezelfde plaats. Derde onderscheid. Met dit product dat ik hier nu hanteer, die microfoon, heb ik met de producent geen enkele persoonlijke band. Ik heb zelfs geen flauw idee wie of wat er dat gemaakt heeft. Ik kan alleen maar hopen dat die man of die vrouw daar voldoende voor betaald werd en dat hij of zij ook voldoende arbeidssatisfactie had. Maar eigenlijk weet ik daar niets van. En om eerlijk te zijn, ik lig daar ook niet van wakker. Dus het persoonlijke aspect speelt daar geen enkele rol. Als we kijken naar een dienstverlening, dan is het exact het tegenovergestelde. In een dienstverleningsrelatie, en wat dat nu onderwijs is, of zorg,
of therapie of weet ik veel wat. Daarin is de persoonlijke relatie centraal. Telkens opnieuw bij onderzoek in die verschillende dienstverleningssectoren blijkt dat de doorslaggevende factor voor de kwaliteit de verhouding is tussen diegene die de dienst verleent en diegene die de dienst krijgt. Dat is niet zo bij het product. Dus ook weer een diametraal verschil. Laatste onderscheid. De kwaliteit van een product. We nemen weer de microfoon. De kwaliteit van een product kan je vrij makkelijk meten. Want die kwaliteit is redelijk homogeen. Aan de microfoon moet je die en die en die kwaliteiten kunnen aantreffen. En als die er niet zijn, ja, dan is dat een minderwaardig product. En dat geldt eigenlijk voor alle microfoons. Als we kijken naar dienstverlening, dan is het veel moeilijker om daar de kwaliteit van te meten. Veel moeilijker. Omdat dat veel meer contextueel is. En het is niet zo eenvoudig om daar een evaluatie van te gaan toepassen. Goed, dit om maar aan te geven hoe verschillend die dingen zijn. Producten en diensten. En ze zijn alle twee ontzettend belangrijk binnen de economie. In de ruime betekenis van het woord, want ze maken een deel uit van de uitwisseling. Datgene wat wij in, op maatschappelijk vlak met elkaar uitwisselen. Goederen en diensten. Wat gebeurt er nu op het ogenblik dat die twee versmelten? Dat een product, dat een dienst ook als een product bekeken wordt. En dit gebeurt binnen een vrije markteconomie. Daarom ben ik dit voorbeeld aan het geven. Dan zie je een aantal heel eigenaardige dingen gebeuren. Bijvoorbeeld, we gaan het nu weer eens even over het onderwijs hebben. De kwaliteit van het onderwijs wordt afgemeten aan het aantal afgeleverde diploma's, aan de output. Net zoals de kwaliteit van een fabriek afgemeten wordt aan het afleveren van het aantal producten. Wij worden betoelaagd op grond van een outputfinanciering, de universiteiten. Om het in simpel Nederlands te zeggen, hoe meer diploma's wij afleveren, hoe meer geld we krijgen. Wat denk je dat het effect daarvan is? Het effect daarvan is dat elke universiteit zoveel mogelijk studenten wil hebben. De fameuze groei, dat maakt ook deel uit van dit model. En dat we zoveel mogelijk studenten willen afleveren en dat we dus niet meer mogen buizen. Dat is goed nieuws voor jullie, maar dat is geen goed nieuws voor het onderwijs. Je ziet dat daar kwaliteit en kwantiteit verward worden. De kwaliteit van een onderwijs als dienst kun je niet meten aan de hoeveelheid afgeleverde diploma's. Ander voorbeeld, de kwaliteit van een ziekenhuis afmeten aan het aantal mensen dat er sterven. Die waanzin heeft men ondertussen achter zich gelaten, maar het is een tijd lang heeft men dat gebruikt als criterium. Wat moet je doen als ziekenhuis als dat een criterium is? Alle patiënten die dreigen te sterven wegsturen. Hè? Maar vooral niet opnemen. Hè? Want dat doet uw kwaliteit dalen. Nogmaals, dit gebeurt nu niet meer, maar dit is eventjes in voegen geweest. Iets wat nog altijd gebeurt. De kwaliteit van de zorg in rust- en verzorgingstehuizen wordt afgemeten aan de efficiëntie. Efficiëntie betekent eigenlijk, binnen de termen van dit economisch model, met weer accent op dit economisch model, dat betekent de winst die gemaakt wordt op grond van efficiëntie. Dat betekent heel concreet dat een verpleegkundige een vast aantal minuten krijgt om een bejaarde onder de douche te kunnen brengen. Dat wordt afgemeten in het aantal doucheminuten. Vroeg of laat zullen jullie op bezoek gaan bij jullie grote ouders die in een rust- en verzorgingstehuis zijn. We moeten eens kijken hoe het verzorgend personeel letterlijk rent. Van de ene kamer naar de andere. Dat is om de kwaliteit te verhogen. En je moet eens kijken hoe je bejaarde oma of opa eigenlijk hunkert naar een gesprek met die mensen. En dan zeggen ze tegen u van ja, ze zou wel willen babbelen, maar ze mag niet. Ze heeft geen tijd. Wel, dit is een effect van een verwarring tussen een product en een dienst.
waarbij de kwaliteit niet meer gemeten wordt aan de hand van een intrinsieke waarde, maar aan de hand van een extrinsieke factor, de zogenaamde efficiëntie. Nog een ander voorbeeld uit onze sector, gelukkig niet van toepassing in Vlaanderen, maar ondertussen hier en daar wel al in Nederland. Een van de dienstverleningen die vandaag duidelijk heel erg nodig is, is psychotherapie of psychologische hulpverlening of begeleiding. Dat moet ook zo efficiënt mogelijk gebeuren. En efficiënt betekent in deze context goedkoper. En dat heeft onder meer tot gevolg dat men protocolair gaat werken. Volgens een vaststaand protocol. Die vorm van problematiek, dat protocol, die behandeling. Dat betekent in sessie 1 gebeurt er dat, in sessie 2 gebeurt er dat, in sessie 3 gebeurt er dat. Noem maar op. En we voorzien 12 sessies voor die problematiek. En op 12 sessies moet het rond zijn. Bovendien, door het feit dat het protocolair is, het staat allemaal vast wanneer er wat moet gebeuren, maakt het eigenlijk niet veel uit welke therapeut dat je hebt. En dan krijg je bij onze noorderburen de vreemde situatie dat je als patiënt bij de 7e sessie er plots een andere therapeut ziet zitten. Ah ja, maar het staat toch al vast wat er gaat gebeuren in die sessie. Dus de persoonlijke verhouding speelt geen rol. Dit terwijl in psychotherapie de therapeutische relatie juist doorslaggevend is. Wel, ook dat in dat model is iets wat daarbij hoort. Een dienst is een product. Een product kan technisch beschreven worden. En al die verschillen die we daar straks bekeken hebben, die worden eigenlijk terzijde geschoven. Goed. Zoals ik het nu beschreven heb, aan de hand van die evolutie die Polanyi heel overtuigend beschreven heeft, zoals ik het nu beschreven heb, zou je dus van kunnen uitgaan dat heel dat vrije marktdenken uitdrukkelijk een slecht idee is. Iets waar we zo snel mogelijk van af moeten, iets wat ons alleen maar ellende, enfin, noem maar op. Hè. Dat is niet het geval. Nu keer ik even terug naar wat ik daar straks voor de pauze gezegd heb. Wij hebben geen vaststaande begrippen, zoals de fysica of de scheikunde. De begrippen die wij hanteren, die moeten we telkens interpreteren. Die moeten we telkens contextueel gaan bekijken. En dan komen we bij Bas van Bavel, die een heel mooi onderbouwd werk geschreven heeft, waarbij een vrije markteconomie historisch gezien gaat ontdekken in minstens 8 verschillende landen en periodes. En die gaat bestuderen. En op grond daarvan kan hij een terugkerende cyclus beschrijven. Een cyclus, vooral duidelijkheid, dat betekent niet dat datgene wat zich voorgedaan heeft, ik zeg maar wat in het Irak tussen de 8e en de 11e eeuw, dat is een van de eerste voorbeelden die je heeft, dat dat exact hetzelfde is als datgene wat wij nu meemaken. Dat zou natuurlijk een beetje absurd zijn van dat te beweren. Wat hij wel kan aantonen, is dat er procesmatig, dan gaan we meer naar de formele kant, dat er zich procesmatig dezelfde evolutie voordoet. En daar is hij vrij overtuigend. En op grond daarvan, om een lang verhaal kort te maken, wat dat positieve of negatieve betreft, of wat kritische betreft, om daarop vooruit te lopen, kan hij het volgende zeggen. Een vrije marktsamenleving is in haar aanvangsperiode, en die aanvangsperiode mag je al snel 1,5 eeuw rekenen, dus dat is behoorlijk lang, dan spreek ik maar over meerdere generaties, is in die aanvangsperiode zonder de minste twijfel zeer positief. En daar kan je die redenering van Adam Smith, The Wealth of Nations, op toepassen. En daar zie je inderdaad ook die onzichtbare hand die zelfregulerend werkt. Maar wat Van Bavel beschrijft is dat in die interne dynamiek er op een bepaald ogenblik een stagnatie komt, gevolgd door een kanteling en dan weet je al wat er volgt. Daarna gaat het bergafwaarts. En is die vrije markt helemaal niet meer vrij. Ze wordt wel nog op die manier verkocht, letterlijk en figuurlijk, als zijnde vrije markt. Maar je ziet dat de positieve effecten die in die eerste pakweg anderhalve eeuw geïnstalleerd werden, hoe die gaandeweg vernietigd worden.
En hoe die vrije markt eigenlijk eindigt als een karikatuur van zichzelf. Goed, we gaan dan nu eventjes kort overlopen, want ik wil geen colleges economie beginnen geven. Dat is ook mijn vakgebied niet. Maar je kan die dingen daar, voor diegenen die er belangstelling voor hebben, je kan dat daar vrij goed gaan nalezen. Historisch gezien start een vrije markt, we kunnen dat ook in onze contraien beschrijven, start dat altijd met een sociale revolte. Een sociale revolte tegen een systeem, tegen een maatschappelijke organisatie, die Van Bavel gemakkelijkheidshalve benoemt als een feodaal systeem. Het is ook geen toeval dat ik in het eerste lesgedeelte eventjes heel kort het gehad heb over dat feodaal systeem, waar alles eigenlijk vaststaat, waar er geen sociale mobiliteit mogelijk is, waar er ook geen markteconomie is in onze betekenis van het woord. Goed, er komt daar een opstand tegen, van onderuit, met als resultaat dat we een belangrijke maatschappelijke omwenteling krijgen. We hebben dat hier meegemaakt in de overgang van de 13e naar de 14e eeuw. Dat is eigenlijk het vertrekpunt van onze vrije markteconomie. Dus veel vroeger dan de klassieke opvatting die dat in de 17e eeuw situeert. En dat kennen we hier heel goed in Vlaanderen. Dat vind je in Gent, dat vind je in Brugge, dat vind je in Antwerpen, dat vind je in Rijssel, die toen ook een Vlaamse stad was. Je ziet het ontstaan van de gilden, van de ambachtslieden, die zichzelf gaan organiseren. En die dingen beginnen te maken. En die mensen die tot de ambachten behoren, dat zijn allemaal landbouwers, of zonen van landbouwers, die weggetrokken zijn naar de steden. Je krijgt daar dus de eerste grote migratie naar de steden. Tussen haakjes dat had te maken met de klimaatsverandering. Dat is ook wel een heel interessant detail om mee te nemen, maar daar kan ik nu helaas niet op ingaan. Dus je krijgt daar het ontstaan van een nieuwe sociale klasse, de ambachtslieden. En natuurlijk, daaraan gekoppeld, een bijkomende nieuwe sociale klasse, de handelaars. Want datgene wat de ambachtslieden maken, moet ook verhandeld worden. Dit zijn twee nieuwe sociale groepen. Voordien hadden we boeren, de klerus en de adel. En nu krijgen we plots naast de boeren, de klerus en de adel, de ambachtslieden en de handelaren. En die willen niet meer uitgaan van het idee van een verplichte ongelijkheid. Die gaan hun rechten opeisen. En die gaan zeer revolutionaire ideeën naar voren schuiven. Het revolutionaire idee dat mensen misschien wel eens gelijk zouden kunnen zijn. En dat van die goddelijke voorbeschikking leggen ze naast zich neer. En je krijgt dus de aanloop naar de verlichting. Dus die heel belangrijke periode in het Westen, waar we een verlicht denken krijgen. Verlicht denken betekent dat we de donkere middeleeuwen achter ons laten. Ja. En we moeten eventjes stilstaan bij een aantal van die grote figuren uit de verlichting. Ja. Heel interessant om te zien van waar dat die kwamen. Een van de belangrijkste figuren is Immanuel Kant. Dat weten jullie. Ja. Wie was de vader van Immanuel Kant? Een zadelmaker. Dus een ambachtsman. En de filosofen van de verlichting zijn allemaal zonen van ambachtslieden. Die dus plots op hun strepen gaan staan. Die zich intellectueel ontwikkeld hebben. En die gaan eisen dat er een ander maatschappelijk model komt. Dus je krijgt daar een open samenleving. En je krijgt een samenleving met een zelforganisatie. De ambachten gaan zichzelf organiseren. Je kan hier nog de straten in Gent zien, de Huidenvetterstraten. Je hebt zo'n aantal straten die genoemd zijn naar de hilden die daar woonden en werkten. En die gaan hun eigen wetten opstellen en hun eigen regelgeving. En om de zoveel tijd gaan ze ook een keer gaan vechten. Tegen een of andere graaf die vindt dat dit nog altijd voor het zeggen zou moeten hebben, maar dat nemen ze niet. En je krijgt dus een toenemende mate van democratisch bestuur, beetje bij beetje. En Gent was daar zeker een stad in die het voortouw genomen heeft, tot vandaag de dag eigenlijk. Er zijn bepaalde historische trends die zich soms blijven doorzetten. En er zijn nog zo'n aantal steden waar je dat heel duidelijk kunt in terugvinden. Je krijgt daar dus sociale zelforganisatie en sociale gelijkwaardigheid op grond van die, laten we zeggen, eerste helft van een vrije markteconomie. Dus daar is de combinatie tussen een vrije markteconomie en democratie zonder de minste twijfel juist. Maar dan komt het kantelpunt wat Van Bavel gaat uitwerken.
En waar je dus verder door denkt op Polanyi. Je ziet dus eigenlijk dat de wetenschap heel vaak betekent dat iemand op de schouders van iemand anders gaat staan en dan nog verder een aantal dingen gaat doorwerken. Hè. En het belangrijke punt in de historische kanteling is het ontstaan van het verschil tussen productmarkten en factormarkten. Ik ben ervan overtuigd dat het meerderheid van jullie nog nooit over factormarkt gehoord heeft. En dat als je het woord markt hoort, dat je dat altijd koppelt aan producten. Producten die verhandeld worden. Maar er is ook zoiets als een factormarkt. En wat betekent dat? Het gaat over factoren die gebruikt worden om te kunnen produceren, om de producten te kunnen maken. En in essentie bestaan die factormarkten uit drie zaken. Uit natuur, uit mensen en uit kapitaal. Dat zijn de drie factoren op grond waarvan er geproduceerd wordt. En die drie factoren staan oorspronkelijk buiten de markt. Die worden niet verhandeld. De ambachtslieden, die werkten voor zichzelf. De arbeid bleef bij hen. De natuur, het is pas vanaf de Renaissance dat er zoiets als grondbezit ontstaat. Wij vinden dat nu ondertussen normaal, dat grond en immobiliën, dat privébezit is. Ik ga een ander voorbeeld geven dat misschien eventjes verrassend kan overkomen. Wat zou je denken als je straks moet betalen voor de lucht dat je inademt? Iedereen zegt van dat kan niet. Hè? De kans dat dit binnen 10, 15 jaar het geval is, is zeer groot. Hè? We betalen nu al voor het water dat we drinken. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het vervuild is enzovoort. De kans dat we straks zullen betalen voor de lucht die we inademen is vrij groot. Dus daar zie je dat iets wat een collectief bezit is, plots een verhandelbaar product wordt. En voor alle duidelijkheid, dat was oorspronkelijk niet het geval. Dus die factoren die aan de basis liggen van de productie, die zijn heel lange tijd niet, vormden geen deel uit van het verhandelbare. Vanaf een bepaald moment wordt dat wel het geval. Wordt grond en wordt arbeid een verhandelbaar product. Goed. Een derde factor binnen die factormarkten is cruciaal. En dat is het kapitaal. Dat is geld op zich. En dan moeten we eventjes terugkeren in de geschiedenis en bekijken hoe bij de aanvang van de vrije markt er zoiets ontstaat als een systeem van een beurs. Waarop komt dat neer? Dat is eigenlijk een interessante praktische aanpak. En dat is eigenlijk ontstaan in de periode dat de handel ook heel sterk internationaal werd. En dat betekent dat er een vloot moest uitgerust worden. En dat betekent dat er handelsschepen uitgestuurd werden. En als er 10 handelsschepen uitgestuurd werden, dan keerden er 4 niet terug. En als dat uw schip was, ja, dan had het brute pech. Hè? Dus om de risico's te delen, zijn er een aantal mensen op het idee gekomen van risicospreiding. We hebben een karveel dat we met goederen zullen laden. En we betalen allemaal, of we nemen allemaal een aandeel in de lading en in de boot. En als dat schip niet terugkeert, dan zijn we allemaal een deel van ons geld kwijt. Maar niet alles. En als dat schip wel terugkeert, dan maken we allemaal behoorlijke winst. In functie van het aantal aandelen dat we gehad hebben. Dat is het ontstaan van het beurssysteem. Dat is trouwens ontstaan in Nederland, want de eerste grote international was de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dus een zeevaartorganisatie die hoofdzakelijk op het oosten ging varen. Goed, tot daar geen probleem, want dan kun je nog altijd zien dat het geld gebruikt wordt als een middel. Kapitaal is een middel met een bepaald doel.
Het doel is de productie te verhogen. Het doel is de productie verhogen en de handel ertoe toenemen. Ja? Heel belangrijk dat je dat snapt. Middel en doel. Nog wat verder in de tijd. Verschuif dat. En worden, en dan krijg je een heel belangrijke verschuiving. Dan krijg je een situatie waarbij een aandeel op zich een product wordt. Ik heb aandelen in die maatschappij en ik kan die verkopen. Dat betekent dat ik geen productiefactor verkoop, dat betekent dat ik kapitaal verkoop. En dat is de start van wat men noemt de financiële markten. Op de financiële markten, de kapitaalmarkten, dat is dus één onderdeel van die factormarkten. Dus bij de factormarkten, nog even herhalen, heb je arbeid, grondstoffen en kapitaal. Dus de grondstoffen, dat is eigenlijk de immobiliemarkt, zou je kunnen zeggen. Arbeid, dat is dan de sociale markt. Maar we hebben het nu over de kapitaalmarkten en dat zal de allerbelangrijkste worden. En je krijgt dus het ontstaan van zogenaamde financiële producten. Je kan je inkopen in verzekeringen. Je kan je inkopen in aandeel, makelaars van aandelen. En dit gebeurt vandaag de dag courant. Heel veel mensen vandaag de dag, omdat de spaarrekening niets meer opleggen, beleggen in aandelen. Waarvoor staan die aandelen? Daar hebben ze meestal geen flauw idee van. Omdat het heel complexe producten geworden zijn. Producten, het is papier, hè? Het is geen product, het is papier. Het zijn complexe producten waar dat je om de zoveel tijd een bepaalde interest van kunt opstrijken of niet. Dat evolueert en dat fluctueert. En die financiële producten zijn steeds complexer en complexer geworden, waardoor niemand er eigenlijk nog zicht op heeft. Dus we krijgen dan twee markten naast elkaar. Je hebt de productiemarkt, waar auto's gemaakt worden, microfoons, telefoons, producten die verkocht worden. En je hebt een kapitaalmarkt waar dat er heel schimmige dingen verkocht worden. Waar dat je eigenlijk niet je hand kan opleggen. Hè. Bovendien worden die producten, die financiële producten, digitaal verkocht. Elektronisch. En ze kunnen nu verkocht worden dankzij computerprogramma's op een tijdspanne die korter is dan 1 seconde. Computerprogramma's volgen het stijgen en dalen op de beurs. En via bepaalde algoritmes wordt er beslist van op dat ogenblik verkopen, op dat ogenblik aankopen. Dat heeft niets meer te maken met een reële economie. Een reële economie is een economie die dingen maakt. Dat heeft te maken met een virtuele economie. Die dus een resultaat is van een oorspronkelijk, het oorspronkelijk ontstaan van het beurssysteem, maar dat nu die richting uitgegaan is. Goed, dit is het kantelpunt. Dat Polanyi beschrijft dat en Van Bavel gaat daar nog veel verder op door. Waarom? Waarom is dat een kantelpunt? Omdat, om een aantal redenen, met investeren op kapitaalmarkten er veel meer verdiend wordt dan met een investeren in een productmarkt. Als je investeert in een productmarkt, ik ga het heel eenvoudig weerhouden, ik pak weer het klassieke voorbeeld, je koopt aandelen in een boot, die boot keert terug of keert niet terug, en je hebt daar een winst of verlies, dat is tangibel, dat is tastbaar, dat is voelbaar. Hè? Maar dat is altijd beperkt. De opbrengst op kapitaalmarkten is veel sneller en veel groter. Om het uit te drukken in het Gendaas-jargon, arbeid brengt minder op dan vermogen. Je mocht heel je leven keihard werken en goed betaald worden, je kunt nooit verdienen met arbeid wat je verdient met beleggen in vermogen, in kapitaal. En dan ontstaat er een verschuiving. Weer even hernemen. Kapitaal, vermogen, is oorspronkelijk een middel. Een middel om de reële productie gaande te houden.
En om de risico's bij een reële productie te verdelen. Vanaf het ogenblik dat de kapitaalmarkten dominant worden, wordt kapitaal of blijft kapitaal een middel, maar wordt het ook het doel. En middel en doel versmelten. Via kapitaal en via het investeren in kapitaal wordt er meer kapitaal gegenereerd. En dit gaat razendsnel. Dus met het investeren in investeringen kan het vermogen van een individu tijdens het individuele leven exponentieel stijgen. Dat kun je nooit met het investeren in een reële economie. Wat is het gevolg daarvan? Ik ben dus die van Bavel aan het beschrijven. Wat is het gevolg daarvan? Vanaf een bepaald ogenblik zullen mensen steeds meer gaan investeren in de kapitaalmarkt en niet meer in de productiemarkt. Want die productiemarkt die is riskant. Die kapitaalmarkt, daar kun je heel snel groot geld verdienen. En je krijgt dus een verschuiving, een verleiding van productiemarkten naar kapitaalmarkten. In het jargon wordt dat als volgt uitgedrukt. Het economisch jargon is natuurlijk het Engels. Een uitdrukking die daarbij hoort is de volgende. Wall Street, dat is de Amerikaanse beurs, Wall Street kills Main Street. De kapitaalmarkten vernietigen de productiemarkten. Want er wordt hoe langer hoe minder geïnvesteerd in de productiemarkten. En de winst die gemaakt wordt door productiemarkten daalt. En er treedt een stagnatie op. En je krijgt dan de fameuze krimp. Het begint te krimpen. En dat heeft een effect natuurlijk op diegenen die ervan moeten leven. Die daar hun levensstandaard moeten aan overhouden. En dat kun je ook gradueel beschrijven. Je ziet in dat proces dat in eerste instantie de kleine bedrijven eruit gaan. Want die kunnen het niet meer bolwerken. Die krijgen niet meer voldoende kapitaal. Dan gaan de middelgrote bedrijven eruit. En uiteindelijk blijf je over met een aantal multinationals die het ook steeds slechter gaan doen. En vanaf dat ogenblik gaan de oorspronkelijk positieve gevolgen kantelen naar negatieve effecten. In de eindfase, ook dat beschrijft Van Bavelen vrij goed, in de eindfase zie je dat het vrije van de vrije markt en de zelfcorrigerende vermogens teniet gedaan worden, omdat de macht verschoven is. En de macht verschuift als volgt. Op grond van de toenemende vermogens zie je dat een heel kleine groep de politiek gaat overnemen. En dat zij de politieke besluitvorming gaan aansturen. En op het ogenblik dat dat gebeurt, dat zij dus de politieke besluitvorming gaan aansturen, dat is de fameuze 1%, omdat er heel veel over te doen is, vanaf het ogenblik dat zij de politieke besluitvoering gaan aansturen en dus de wetten gaan schrijven, vanaf dat ogenblik zie je dat zij het vrije van de vrije markt eigenlijk teniet doen. En dat ze een aantal regels introduceren die in hun eigen voordeel zijn. Goed, ik ga nu even een heel concreet voorbeeld geven. Want dat klinkt nu allemaal heel abstract. Ik ga nu een heel concreet voorbeeld geven. We hebben het natuurlijk onder andere over belastingen. Hè? Want belastingen, dat is een manier van een overheid om een aantal zaken te herverdelen. Hè? En op een bepaald ogenblik wordt er in Europa, van niet alleen in Europa, wordt er bijna overal een BTW-belasting ingevoerd. Belasting op de toegevoegde waarde. En alle producten, dat is de bedoeling, alle producten worden getaxeerd op de noodzakelijkheid ervan en krijgen in functie van die noodzakelijkheid een hogere of een lagere BTW-schaal. Er is al een hele discussie over BTW op zich, maar daar ga ik nu niet op ingaan. Maar goed, dus producten krijgen een hogere of een lagere bijkomende kostprijs op grond van die belasting die erop gegeven wordt. Hè. Tot voor kort, voor de dames in de zaal, werden tampons belast als een luxe product. Er is daar heel wat over te doen geweest. Het is nog niet zo lang geleden dat dat eindelijk beschouwd wordt als een normaal product. Maar goed, je betaalt dus, als je je pakje tampons gaat kopen, betaalt je belastingen zonder dat je dat weet. Hè. Wordt daar belasting op gedaan. Hè. Goed.
kunt ervoor of tegen zijn, maar goed. Maar dus alle producten krijgen BTW. Behalve de financiële producten. Er is geen enkel financieel product waarop BTW betaald wordt. De verhandeling van aandelen. En aandelen is nog het meest eenvoudige financiële product. Maar er zijn er ook heel complexe, denk maar aan verzekeringen. Daar wordt in geen enkel land BTW opgegeven. Hoe zou dat komen, denk je? Wat diegenen die erover beslissen, natuurlijk leven van die aandelen. Een vermogensbelasting komt er niet. Terwijl, als je de bevolking daarover raadpleegt, is er heel duidelijk een meerderheid voor. Die komt er niet. Hoe zou dat komen, denk je? Dat is die great transformation. Diegenen die nu de politiek aansturen, zijn niet meer mensen die in functie van het land gaan kijken, maar die in functie van de eigen kleine groep gaan kijken. En je krijgt daardoor een teniet doen van de oorspronkelijke voordelen van de vrije markt. En je krijgt daardoor, en dit wordt hoe langer hoe duidelijker, je krijgt een stijging van ongelijkheid. Je krijgt een afname van vrijheid. En je krijgt een toename van stagnatie in plaats van groei. Dus dat is niet erg gunstig om vast te stellen. Het goede nieuws, als je Van Bavel volgt, is dat dit een cyclisch proces is dat sowieso een einde kent. In veel gevallen dankzij sociale revolten. In een aantal gevallen omdat we ons verstand gebruiken. Het is nog maar af te wachten hoe het nu zal lopen. Maar het is vrij duidelijk dat we op dit ogenblik ons in de eindfase bevinden van deze cyclus. Goed. Daarnaast nog een aantal randbemerkingen. Die op zich ook al vrij belangrijk zijn. En waar vaak heel veel aandacht naartoe gaat. Terwijl men eigenlijk meer aandacht zou moeten besteden aan dat cyclische effect. Maar goed, een aantal van die randzaken zijn toch zeker belangrijk genoeg om naar voren te schuiven. Een eerste iets is dat een vrije markteconomie onvermijdelijk vraagt om groei. Ik kan dat niet uitleggen, simpelweg omdat ik dom ben. Ik ben geen economist. Ik heb er van alles over gelezen. Ik heb er genoeg over gelezen om het te snappen, maar niet om het te kunnen uitleggen. Maar goed, het is toch geen colleges economie. Maar dus, dan moet je dat maar even van mij aannemen, zoals ik het aangenomen heb van de mensen die ik daarover gelezen heb. Een vrije markteconomie vraagt om groei. Het idee van een duurzame vrije markt is blijkbaar een contradictio in terminis. Dat gaat blijkbaar niet. De paradox is dat om die groei te kunnen realiseren, we bijna onvermijdelijk schulden moeten maken. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Om te kunnen groeien maak je een put. En om die put te kunnen vullen moet je nog meer kunnen groeien. En op die manier blijft het doorgaan. De effecten daarvan, en die effecten worden zichtbaar voorbij een bepaalde grens. Je moet telkens weer dat contextuele erbij pakken. Dus in die aanvangsperiode, die gemakkelijk anderhalve eeuw kan duren, heb je die negatieve effecten niet. Heb je eigenlijk vooral de positieve effecten. Het is pas in de tweede helft, na het kantelpunt en naar het einde toe, dat je die negatieve effecten ziet. Wel, die noodzaak aan groei zal zich bijvoorbeeld uitdrukken in het produceren van producten met een beperkte tijdsduur, met een beperkte levensduur. Want als je wil blijven groeien, dan moet je kunnen produceren. Dan moet je steeds meer kunnen produceren. Dan is het een zeer slecht idee van een product te maken dat een leven lang meegaat. Want als iemand dat product gekocht heeft, ja, dan moet je bijna wachten op de volgende generatie om het volgende product te kunnen verkopen. Dus moet je producten maken met een beperkte levensduur. Ook dat is niet voldoende. Want je kunt toch niet om de 3 maanden een andere smartphone kopen of een andere auto? Ook dat is niet voldoende. Je moet er bovendien voor zorgen dat mensen steeds meer nieuwe producten willen kopen. En dan krijgen we een systeem dat gericht is op het creëren van nieuwe behoeften. Welk product kunnen we maken dat nieuw is, dat mensen nog niet hebben? En hoe kunnen we het in de markt zetten zodat iedereen het wil? Dus
gevolg van die noodzaak tot groei in het laatste stadium. Maken van producten met een beperkte levensduur en creatie van nieuwe behoeften en het stimuleren van het consumentisme. Op zich is dit al vraagwekkend op een aantal punten, maar de effecten ervan die daar aan gekoppeld moeten worden, zijn natuurlijk ondertussen ook vrij duidelijk. Je krijgt een enorme milieuschade door deze vorm van overproductie. En je krijgt een roofbouw op grondstoffen. En als klap op de vuurpijl is het ondertussen ook duidelijk dat de klimaatverandering daarmee te maken heeft. Goed, dit is een bijkomend effect dat vrij veel aandacht krijgt. Je zal er heel veel over lezen vandaag de dag, als je daar een beetje in verdiept over duurzaamheid, economie, deeleconomie, wisseleconomie. Sedert ik Polanyi gelezen heb en Van Bavel, weet ik dat dat maar randfenomenen zijn. Het gaat daar niet over. Het is veel fundamenteeler dan dat. Dit zijn randfenomenen binnen een ruimer evolutionair proces, een cyclisch proces. En ik denk dat we ons daarop zullen moeten richten. Effecten op de eudaimonia. Ja, daar zie je ook weer hoe je contextueel dat moet bekijken. In de aanvangsperiode zonder de minste twijfel positief. Vanaf een bepaald kantelpunt gaat het de verkeerde richting uit. En zie je dat we gaandeweg de winst, excuseer me de economische uitdrukking, de winst die we aanvankelijk hadden, dat nu een verlies wordt. Maatschappelijk gezien staan we door de klimaatverandering aan de grens van zeer ingrijpende veranderingen. Dat is vrij duidelijk. We gaan naar een ander economisch model moeten als we die klimaatverandering tenminste willen binnen de perken houden. Maar goed, dat is een ander verhaal. Tweede luik, nog even bij dat vorige. Door het feit dat economisch zo centraal staat in onze huidige samenleving, betekent dat natuurlijk dat ik binnen deze colleges daar ook meer aandacht moet aan besteden. Dat zal sowieso meer aandacht krijgen dan de andere zaken, om de heel eenvoudige reden dat het simpelweg belangrijker is. Verhoudingen tussen mensen. Dat is straks ook al aangegeven, dat kapitaal binnen die verhoudingen tussen mensen de erkenning is. Het al dan niet erkend worden, het al dan niet gezien worden. We moeten daar ook nog een kenmerk van het menselijke bij vermelden op het vlak van die verhoudingen, waar we later het voer op zullen terugkeren. Er zit in ons een heel dubbelzinnig iets met betrekking tot de houding die we aannemen tegenover de groep. En de groep, dat kan uw vriendengroep zijn, maar dat kan ook de maatschappelijke groep zijn. We hebben daar een heel dubbelzinnige houding tegenover. Met name, we willen erbij horen. We willen erkenning krijgen. We willen gezien worden. En terzelfde tijd willen we autonoom zijn. Willen we ons eigen ding doen. Willen we af en toe gerustgelaten worden. Willen we ons als individu profileren. Die twee zaken zitten in ons. Nogmaals, we gaan daar later op terugkeren. Als we nu het verband bekijken met het maatschappelijke, de maatschappelijke organisatie, dan kunnen we zien dat een maatschappij op dat vlak twee duidelijk verschillende accenten kan leggen. Ik ga het eventjes didactisch houden. Twee verschillende accenten, waardoor die interne verdeeldheid die in ons zit, op een andere manier naar buiten treedt. Goed, pakweg tot 1960, 1970, dus lang voor jullie tijd, pakweg tot die periode hadden we in het Westen een maatschappij die heel sterk het accent legde op de verplichte groepsvorming. De verplichte groepsvorming en de verplichte conventionaliteit. Je behoorde tot een bepaalde groep en je had je te gedragen volgens die groep, volgens de conventies van die groep. En dat had heel veel gevolgen, waar we later op zullen terugkeren. Dat betekent natuurlijk dat als je als individu in zo'n maatschappij opgroeit,
en je hebt in je die twee gerichtheden, willen gericht zijn op erbij horen en willen gericht zijn op je eigen individualiteit. Dat betekent dat je in een dergelijke maatschappij natuurlijk ten volle een antwoord vindt op die vraag van erbij willen horen. Maar je moet erbij horen, dat wordt verplicht vanaf het begin. Maar dat je niet aan je trekken komt op het vlak van die individualiteit. En dat je dat gaat proberen op te eisen. Dat je gaat proberen op een of andere manier ervoor te zorgen dat je als particulier subject toch een aantal zaken kunt naar voren schuiven. Hè. Wel, binnen die maatschappelijke evolutie kan je zien dat dit gebeurd is in de jaren 70 van de vorige eeuw. Daar krijgen we een aantal maatschappelijke bewegingen bottom-up die het recht van het individu gaan opeisen. Het recht van het individu op vlak van seksualiteit. Het recht van het individu op het vlak van genderverhoudingen. Het recht van het individu op het vlak van opvoeding. Het recht van het individu op het vlak van religie. En allemaal met een afstandname van de verplichte, opgelegde groepsconventionaliteit. Goed, we springen 50 jaar vooruit in de tijd, naar onze periode. Onze maatschappij is exact het tegenovergestelde. Onze maatschappij legt het accent op de individuele autonomie, op het individu. En is dus in die zin het spiegelbeeld van de maatschappij van de jaren, voor de jaren 60, waar we het omgekeerde hadden. En wat betekent dat op individueel niveau? We komen aan onze trekken wat het ene betreft, de mogelijkheid om ons als individu te profileren. Maar we zijn het andere kwijt. We zijn de groep kwijt. De verbinding. En je ziet dat er dus nu meer en meer bottom-up bewegingen ontstaan om die groep terug te installeren. Om die verbindingen, die organische verbindingen, terug te maken. Goed, hoe komt dat wij ons nu bevinden in een maatschappij waar dat individuele zo centraal staat? Wel, dat heeft deels te maken natuurlijk met die periode van de jaren 70, waar mensen daarvoor op straat gekomen zijn. Maar het heeft vooral te maken met het economisch model. Het economisch model dat op gronden van dat vrije marktideaal een identiteit voorgehouden heeft van het concurrentiële, competitieve individu dat het moet maken. En dat heeft zich gaandeweg geïnstalleerd tot het uiteindelijk vandaag de dag een karikatuur van zichzelf geworden is. Het merkwaardige is dat iets wat oorspronkelijk als een verovering van individuele vrijheid geïnstalleerd werd, dat was ook zo, dat die individuele vrijheid vandaag grotendeels verdwenen is. We zijn zogezegd als individu vrij, terwijl we in de praktijk enorm veel autonomieverlies geleden hebben. Je kan vandaag de dag nog nauwelijks iets ondernemen zonder dat je botst op regelgevingen. Alles is in regeltjes vervat en alles moet gecheckt worden en alles moet gecontroleerd worden, maar we zijn zogezegd allemaal vrij. Dat klopt niet, die onvrijheid is aan de weg toegenomen en dat heeft dan weer te maken met een verandering op het vlak van autoriteit. Je ziet hoe dat die zaken allemaal samenhangen, hè? Verdeling van goederen en diensten, regeling van de sociale verhoudingen, maar ook de manier waarop autoriteit en gezag uitgeoefend worden. Die evolutie op het vlak van die sociale verhoudingen, waar het aspect verhoudingen bijna systematisch verminderd werd en het accent op het individu kwam te leggen. Het gevolg daarvan kunnen we eigenlijk samenvatten in één woord. We hebben op dit ogenblik een heel sterk toegenomen eenzaamheid. Mensen voelen zich alleen. En het is ook heel opvallend dat de hedendaagse eenzaamheid niet meer de invulling is van pakweg een
paar decennia geleden. Als we het een paar decennia geleden hadden over eenzame mensen, dan kwam dat bijna altijd neer op een bejaarde weduwe, het waren altijd vrouwen, een bejaarde weduwe die ergens op het platteland woonde of eventueel in de stad op een appartementje en die nauwelijks nog iemand zag. Die dus daadwerkelijk alleen was. Die nauwelijks nog sociale contacten had. Dat was de invulling van eenzaamheid tot een paar decennia geleden. De eenzaamheid vandaag is van een totaal andere aard. Die eerste komt ook nog voor. Hè. Om de zoveel tijd vindt men iemand die al 3 weken dood ligt in zijn appartement en die dus geen kat meer zag. Enfin, misschien wel nog zijn kat, maar goed. Dus dat komt ook nog voor. Maar de dominante vorm van eenzaamheid vandaag gaat over mensen die veelvuldige sociale contacten hebben. Die zelfs vaak in een duurzame relatie zitten. En die zich toch alleen voelen. Bij wie die vanzelfsprekend gevoel van verbonden te zijn met de ander ontbreekt. Bij wie er zelfs eigenlijk een vorm van wantrouwen ontstaan is tegenover die ander. Dat is eigenlijk de nieuwe vorm van eenzaamheid. Nu, dit komt niet uit de lucht vallen. Dit is een gevolg van een bepaalde maatschappelijke organisatie. Dit is een effect van een bepaalde maatschappelijke evolutie. En dus daar moeten we dan ook durven naartoe kijken en ons daar een aantal vragen bij stellen. Dus kort samengevat, op het vlak van de eudaimonia is die vrije markteconomie een mixed blessing. De aanvangsperiode, of de eerste helft zou je kunnen zeggen, zonder de minste twijfelen positief. Maar vanaf een bepaald ogenblik gaat het duidelijk de verkeerde richting uit. En er zijn steeds meer studies die aantonen waar dat de oorzaak daarvan ligt. Wat meteen betekent dat we in feite ook al de oplossing kunnen zien. Dan komen we bij 3. Autoriteit en macht. Eudaimonia, het goede leven. Dat houdt onder andere in het gevoel van veiligheid. Je kan geen goed leven leiden als je je onveilig voelt. Als je het gevoel hebt dat er een constante dreiging boven je hoofd hangt. Een dreiging boven je hoofd en boven het hoofd van de mensen die belangrijk zijn voor u. Ja. En veiligheid, dat betekent dat er een autoriteit moet zijn. Dat betekent dat er een aantal wetten moeten zijn en een aantal regelgevingen die nageleefd worden. Wetten en regelgevingen rond die vorige lemma's. Wetten en regelgevingen rond de uitwisseling van goederen en diensten en rond de sociale verhoudingen. Wetten en regelgevingen waar de grote meerderheid van de mensen zich aan houdt. En als dat het geval is, dan voelen we ons veilig. Als dat niet het geval is, dan voelen we ons onveilig. Dus je ziet, autoriteit is vrij belangrijk binnen het functioneren van een gezonde maatschappij. En dan kun je natuurlijk onmiddellijk de vraag stellen van, ja goed, maar die autoriteit, van waar komt die? Hoe ontstaat die? En hoe kan die eventueel verdwijnen? Wel, ik heb daar al straks even heel kort wat over verteld. We vertrekken bij zeden en gewoonten, de mores, de ethos, die dan uiteindelijk leges worden, wetten. En dat betekent ook dat ze vanaf een bepaald ogenblik in de geschiedenis, en dat is al vrij vroeg, centraal geregeld worden. Centraal vanuit een overheid. Iemand die er boven staat en die erop zal toezien dat die wetten nageleefd worden. Historisch gezien hebben we wat de organisatiestructuur van de autoriteit betreft, hebben we een vrij belangrijke verandering doorgemaakt, die nog volop bezig is en waar we de volgende keer op zullen ingaan. We hebben een transitie, of we zijn een transitie aan het meemaken van een autoriteit die top-down georganiseerd was, let op de verleden tijd, een autoriteit die top-down georganiseerd was, naar een autoriteit die meer horizontaal georganiseerd wordt. Daar kunt u nog niet zoveel bij voorstellen. We gaan daar uitvoerig op ingaan de volgende keer. We bevinden ons in die transitieperiode. En transitie betekent altijd een stuk onzekerheid.
En die onzekerheid vertaalt zich dan op dit vlak in gevoelens van onveiligheid. Het is een heel merkwaardig gegeven. Hier in het Westen, en dan ook vooral in Vlaanderen als we naar België kijken, voelen mensen zich ontzettend onveilig. En dat onveiligheidsgevoel, voor zover we dat kunnen meten, neemt toe. En er zijn dan helaas een aantal politieke partijen die daar heel sterk op zullen inspelen. En die daar heel duidelijk hun succes ook uit halen. Waarom is dat merkwaardig? Omdat de subjectieve ervaring van onveiligheid op geen enkele manier overeenkomt met de objectieve werkelijkheid. De objectieve werkelijkheid is vrij simpel. We hebben nog nooit op zo'n veilige plaats en in zo'n veilige periode geleefd als vandaag. Nog nooit. De twee zaken waar dat je als actief lid van de bevolking, ik heb het dus niet over kleine kinderen en niet over bejaarden, de twee zaken waar dat je als actief lid van de bevolking het meest schrik voor moet hebben, dat ziet je iedere dag in de spiegel en dat staat in je garage. De twee voornaamste doodsoorzaken zijn zelfmoord en verkeersongelukken. Dus dat is de meest voorkomende bedreiging. Andere onveiligheidsfactoren zijn verwaarloosbaar. Dus je krijgt daar een enorme discrepantie tussen het onveiligheidsgevoel en de objectieve vaststelling daarvan. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een andere reden moet zijn voor dat onveiligheidsgevoel dan de reële. Want dat onveiligheidsgevoel, dat is wel degelijk reëel, hè? En het volstaat niet aan iemand te zeggen van ja, maar moet je geen schrik hebben, omdat hij geen schrik meer zou hebben. Dat blijft. Dus we moeten ons uitdrukkelijk de vraag gaan stellen wat er veranderd is op het vlak van die autoriteit en hoe dat het komt dat die onveiligheid daar een gevolg van geworden is, ondanks de vaststelling dat dat niet klopt. Goed, we moeten dus inzicht hebben, en dat is niet eenvoudig hoor, we moeten dus inzicht krijgen in hoe autoriteit en macht functioneert. En we gaan er heel veel tijd aan besteden, dat zal vermoedelijk het volledige volgende college worden. Goed, we gaan er dan op ingaan. We komen tot het laatste punt. Dus we hebben vier manieren om een maatschappij te typeren. Het eerste was uitwisseling van goederen en diensten. Het tweede, regeling van de sociale verhoudingen. Het derde, autoriteit en macht. Het vierde is de omgangsvormen met het transcendente. De omgang met datgene wat ons beangstigt en fascineert. De twee dingen samen, dat maakt het zo moeilijk. Het fascineert ons, we zijn erdoor aangetrokken. En terzelfde tijd beangstigt het ons. En dat gaat dus over die immateriële objecten. Dus het gaat niet meer over iets dat tastbaar is. Het gaat over liefde, over dood, over seksualiteit, noem maar op. En heel opvallend, bij die existentiële vragen, is het ontbreken van een definitieve en concreet antwoord. Die twee, een definitief antwoord en een concreet antwoord. En als we dat nu een beetje pathetisch willen uitdrukken, dan kunnen we dat als volgt benoemen. Dat betekent dat die existentiële vragen, en dat betekent dat het transcendente ons confronteert met het tekort. Het tekort. Datgene wat ontbreekt. Datgene waar er geen duidelijk, concreet, definitief antwoord op te vinden valt. Vandaar ook de koppeling aan zinverlening. Goed. Weer de koppeling maken met identiteit. Zoals ik daar straks al aangegeven heb, dat keert voortdurend terug als de rode draad. Goed. Waar zitten die existentiële vragen als we het hebben over onze identiteit? Wel, dat zit hem in de volgende vragen. Wie ben ik? Wie ben ik als man? Hoe vul ik mijn mannelijke identiteit in? Wie ben ik als vrouw? Hoe bouw ik mijn vrouwelijke identiteit uit? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Hoe ben ik mezelf? Hoe verschil ik van anderen? En hoe ben ik dezelfde tijd toch gelijkend op die anderen? Hoe verhoud ik mij tegenover mijn lichaam?
Zeker als dat lichaam andere dingen wil dan dat ik wil. Het driftmatige is juist driftmatig omdat we er nauwelijks controle over hebben. Hoe verhoud ik mij tegenover mijn eigen lichaam? Autoriteit. Wie of wat mag ik geloven? En wie of wat kan en wil ik mij onderwerpen en wie niet? Dat zijn stuk voor stuk vragen die te maken hebben met onze identiteit, omdat ze bovendien ook terugkeren in die sociale verhoudingen. En dat, mocht je nu denken dat dit vragen zijn die enkel volwassen mensen zich stellen, dan ga ik u eventjes van een illusie bevrijden. Op de leeftijd van 4, 5 jaar stellen we ons al die vragen. Kinderen van 4, 5 jaar zijn daar op hun manier mee bezig. Waar komen de kindjes vandaan? Waar kom ik vandaan? Waar is opa naartoe die gestorven is? Dat soort zaken is daar al uitdrukkelijk aanwezig. Seksualiteit, vanaf de leeftijd van 4, 5 jaar zijn ze enorm gepassioneerd. Niet zozeer omwille van de seks op zich, het doktertje spelen komt er natuurlijk bij, maar vooral omdat ze willen weten. Het beste boek daarover is geschreven door Michel Foucault, met een prachtige titel, La volonté de savoir, het willen weten, het willen begrijpen. We begrijpen het nooit natuurlijk, hè, wat ons daar drijft en wat die ander drijft en hoe dat eventueel kan samenkomen. Dus die vragen zijn al op een heel jonge leeftijd aanwezig en blijven eigenlijk voor een stuk aanwezig. Goed, wat is het antwoord daarop maatschappelijk gezien? Dan komen we bij het transcendente. De wijze waarop een maatschappij dat transcendente zal installeren. 3 symbolische systemen daarvoor. Kunst, religie en wetenschap. Dat zijn 3 symbolische systemen op grond waarvan wij een bepaalde houding kunnen aannemen tegenover het tekort, tegenover dat transcendente. En het zijn 3 verschillende verhoudingen. Kort overlopen. Kunst is waarschijnlijk de oudste vorm. Kunst betekent dat iemand een expressie probeert te geven, op grond van materiaal, dat iemand een expressie probeert te geven aan die vragen waarmee we geconfronteerd worden. Die probeert dat in beeld, in woord, in klank, in dans uit te drukken. Met de bedoeling daar greep op te krijgen. Met de bedoeling dat op een of andere manier bemeesterbaar te maken. En dat lukt nooit helemaal. Dat lukt maar tot een bepaald punt. Ik kan meteen, denk ik, een van de meest romantische voorbeelden geven. De liefde, de poëzie. Heel veel poëzie is liefdespoëzie. En we hebben onder meer poëzie uitgevonden om te proberen die gevoelens van liefde uitdrukking te geven. En bepaalde versen slagen daar vrij goed in. Diegene die jullie geschreven hebben toen je 14 werd, dat ging niet zo goed. Maar bepaalde versen slagen daar vrij goed in om dat proberen vast te krijgen. Maar het lukt nooit helemaal. Zelfs de beste liefdespoëzie kan hoogstens tot aan een bepaalde grens komen. En daarboven, daarbuiten gaat het niet meer. Je krijgt dat niet vast. Je krijgt dat niet te pakken. Maar het is een goede poging om wat te proberen te doen. Wat is het probleem van de kunst? Het delen met anderen. Want het transcendente moeten we eigenlijk kunnen delen. En af en toe lukt dat vrij goed. Als kunst andere mensen raakt, wat betekent dat? Ik hoop dat je dat al ervaren hebt. Als een bepaald kunstwerk u raakt, dan betekent dat er daar iets resoneert. Dat je daar een stuk meer dat antwoord kunt ervaren. En op een of andere manier dat deugt, dat troost, dat geeft een goed gevoel. Noem maar op,
Aristoteles, weer Aristoteles, heeft dat als eerste beschreven. Hij noemt dat de catharsis, het cathartische effect dat je kunt hebben. Die zeldzame keren, want dat gebeurt niet zo vaak, die zeldzame keren dat je door een kunstwerk getroffen zit. Dat kan een film, een boek, muziek, dans zijn, noem maar op. Dat betekent dat je daar iets deelt in datgene wat die kunstenaar heeft proberen te maken in verhouding tot dat transcendente. Goed. Tweede voorbeeld. Nee, niet voorbeeld. Tweede symbolisch systeem om dat transcendente proberen te vatten, dat is natuurlijk religie. En bij religie krijgen we een andere houding tegenover het tekort. Bij religie leggen we de antwoorden buiten onszelf. Het ligt bij een opperinstantie boven ons, buiten ons. En we moeten daar geloof aan hechten en we moeten ons daaraan onderwerpen. En we krijgen dan daar rond een uitgewerkt symbolisch systeem met daarbij altijd heel belangrijke praktijken, heel belangrijke rituelen. We moeten dus opletten, alle godsdiensten en rituelen op die existentiële momenten. Geboorte, huwelijk, dood, ziekte. Op dat ogenblik zullen die religies collectieve rituelen installeren om dat transcendente op een of andere manier te bemeesteren. En dit is iets wat heel sterk gedeeld kan worden. Want religie komt van het Latijn religare, dus verbinden. En de verbinding grijpt plaats op het ogenblik dat we het eigenlijk het meest nodig hebben natuurlijk. Goed, binnen religie moet je dus zelf uw eigen autonomie uit handen geven, want het ligt buiten u, boven u. Je kan dat aspect van religie ook uitbreiden. De transcendente vind je dan bijvoorbeeld terug in de metafysica, in de filosofie, eventueel in de bepaalde ideologieën. En die kun je langs de kant van de religie gaan plaatsen. Dan zijn dat ja, bij uitbreiding ruimere vormen van religieuze systemen. Het meest hedendaagse symbolisch systeem om het transcendente aan te vatten is de wetenschap. De wetenschap die een andere houding tegenover het tekort installeert, met name de overtuiging dat we straks alles zullen kennen en alles zullen kunnen bemeesteren en dat het maar een kwestie van tijd is. En die kent zichzelf dan een bepaalde almacht toe. Je ziet dat die houding tegenover het transcendente radicaal anders is. Nu, heel opvallend. Het meerdeel van de topwetenschappers, en zo zijn er echt niet zoveel, het meerdeel van de topwetenschappers in de geschiedenis eindigen altijd in de mystiek. Dus in iets wat op de grens met religie zit. Omdat ze botsen op de limieten van de wetenschappelijke kennis. En op dat ogenblik zie je dan dat religie eigenlijk daar dan toch ook een plaats krijgt. In de praktijk, en dat kunt je ook makkelijk vaststellen als je rond u kijkt. In de praktijk zie je dat mensen voortdurend tussen de drie systemen schuiven. Hè. Op het moment dat wij geconfronteerd worden met existentiële problemen, dan zullen wij zowel naar kunst grijpen als naar wetenschap als naar religie. En we doen dat omdat geen enkele van de drie een definitief volledig antwoord geeft. Dus die verschuivingen grijpen voortdurend plaats. En dat op zich toont eigenlijk al dat het juist over het transcendente gaat. Dat er geen volledig antwoord kan gegeven worden. Goed, vandaag. Wat gebeurt er vandaag met het transcendente? Wel, we kunnen weer terugkeren naar Polanyi. Alles is vermarkt. Het is een bepaalde vorm van economie die de volledige samenleving overgenomen heeft. En je ziet dat dit ook geldt voor de systemen waar langs wij in principe het transcendente zouden moeten kunnen benaderen. Dat die drie symbolische systemen ondertussen ook vermarkt zijn. En het effect daarvan is dat ze hun kracht verloren zijn. Religie is zeker in Amerika compleet vermarkt. Religie is daar een industrie op zich geworden. Kunst, ja, de waarde van een kunstwerk vandaag de dag hangt af van het prijskaartje dat eraan hangt. En kunst wordt ondertussen gebruikt als belegging. Als je bepaalde kunstwerken koopt,
Dan kun je ze misschien binnen 10 jaar maar nog veel meer winst verkopen. Dat handelt dus belang niet meer over de intrinsieke waarde van het kunstwerk, maar wel over de marktwaarde ervan. De eerste die dat door had in het Westen was Picasso. Hij zette handtekeningen onder de krabbels van zijn kleinkinderen. Dan verkocht hij als Picasso's, wat dat ze ook waren natuurlijk. Niets mee te maken natuurlijk met het intrinsieke ervan. En wetenschap draait ondertussen voornamelijk rond patenten en spin-offs. Niet meer over kennis op zich. Het effect daarvan, maatschappelijk gezien, is dat de oorspronkelijke functie, belangrijke functie van het transcendente, met name zingeving, want het transcendente staat borg voor zingeving, de effecten daarvan is dat die oorspronkelijke functie zeer zwaar aangetast geworden is. Het zinverlenende dat ooit in kunst, wetenschap en religie zat, is aangetast door die vermarkting die daarin zat. Goed, besluit. Heel abstract. Ik ga daar misschien later op terugkeren, maar misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar als we nu even heel abstract gaan kijken, en dat kun je op die verschillende typeringen, dus op alle vier eigenlijk terugvinden, dan krijg je daar een botsing tussen, en in het beste geval een evenwicht, tussen het materieel concrete en het transcendent symbolische. Dat zou een andere manier zijn om maatschappelijke organisaties te gaan bekijken. Ligt het accent op het materiële concrete? Of ligt het accent op het transcendent symbolische? Tussen haakjes, terzijde. Dit is dezelfde tegenstelling die je vindt in de filosofie en in de wetenschappen. In de filosofie zijn we vertrokken bij het transcendent symbolische, dat is Plato, met de ideeënleer. En daartegenover kwam Aristoteles, het empirisch concrete. En je ziet daar dus die tegenstelling tussen. Ja. En dat vind je tot vandaag de dag ook in de wetenschap, de natuurwetenschappen. Het harde, het concrete, tegenover de menswetenschappen, de alfa-wetenschappen en de gamma-wetenschappen. Dus ook daar krijg je die botsing tussen. Goed, dat zou een andere insteek zijn om het te bespreken, maar dat ga ik niet doen, maar ik wil het toch even mee vermelden. Volgende week gaan we het hebben over autoriteit.